Dames en heren, als u de plaatsen zou willen innemen, hetgeen bijna geschied is, dank u wel, dan open ik deze raadsvergadering op een voor ons wat ongebruikelijke tijd, om 4:00 des middags, terwijl het buiten fantastisch mooi weer is. Dus het is denk ik ook goed dat wij ons ook op zo'n mooie zonnige zomerdag inzetten voor onze samenleving, want wij gaan met elkaar vandaag spreken over de kaderbrief. Dus ik ga eens even de kadernota, de kaderbrief. En u heeft ook een agenda ontvangen. De opening is verricht en de agenda ligt voor. Ik doe u overigens ten aanzien van de agenda het volgende voorstel. Agenda punt 5 bevat de jaarstukken en de resultaatbestemming over 2017, inclusief de BEERAP voor 2018. Wij hebben die inhoudelijk al besproken. Dat hebben we gedaan op 29 mei. Accountsverklaring is inmiddels binnen, dus ik stel voor om daar een hamerstuk van te maken. Als u daarmee akkoord bent. U bent er niet mee akkoord, mevrouw Lagas. U heeft een opmerking. U heeft ook een opmerking. Dan stel ik voor dat wij de opmerking meenemen en de opmerkingen meenemen bij agenda 5. En dat laat wel als bespreekstuk staan, maar ik stel u wel voor om niet een derde, vierde termijn te gaan organiseren. Dus er kunnen opmerkingen worden gemaakt en dan gaan we vervolgens nog over tot besluitvorming. Als u dat goed vindt. Ik congreveer bij agenda punt 2. Voorzitter. Agenda punt 1 betreft ook het vaststellen van de agenda. En daar wilde ik graag een wijziging op aanbrengen in de vorm van een motie vreemd betreffende het 11 aprilplein. U wilt een motie toevoegen. Ja, meneer Remmers, dat is uitstekend. Dan doen we dat bij agenda punt 6a. En dat is dan de motie doorlooproute 11 aprilplein. Is dat akkoord? Ja. Dank u wel. En dan is daarmee, kijk ik voor de zekerheid toch eventjes rond, was ik iets te snel, vrees ik. Dan is daarmee de agenda vastgesteld. De vraag een half uur. Er zijn geen vragen ingediend, heb ik van de griffier begrepen. Dan komen wij bij de mededelingen vanuit het college. En er zijn drie mededelingen. En de eerste mededeling zal door wethouder Schelen worden gedaan, naar aanleiding van het VNG-congres van gisteren. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, twee mededelingen aan de hand van het VNG-congres. Het VNG-congres heeft dinsdag en woensdag vergaderd. En vooral woensdag was een interessante bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering. En daar lagen een aantal moties voor, waarvan ook al een paar van groot belang ook voor Ommen. En dat betrof het zogenaamde abonnementstarief en de financiën voor het sociaal domein. Dat had van tevoren natuurlijk ook al de nodige persen opgeleverd. En het volgende is gebeurd. Het abonnementstarief, dat is een tarief wat door het Rijk, de gemeente, opgelegd wordt om een gelijke eigen bijdrage te genereren voor alle voorzieningen van de WMO, dus ook voor alle gebruikers. En gemeenten vanuit Overijssel, maar ook vanuit andere delen van Nederland zeiden van ja, dat is een wat opmerkelijk bericht vanuit het Rijk, want was het niet de gemeente die dat zeg maar zelf zou moeten bepalen? En sterker nog, is het niet de gebruiker die een eigen verantwoordelijkheid heeft en dat zelf moet organiseren? Het is wat vreemd om dat dan weer vanuit het Rijk te laten gebeuren. Nog los van het feit dat dit dus betekent dat mensen met een zeer hoog inkomen eenzelfde eigen bijdrage betalen als mensen met een laag inkomen. En ja, last but not least, zoals gebruikelijk zouden de gemeenten daar ook weer onvoldoende financieel voor worden gecompenseerd. Dus we zouden ook weer deze rekening als gemeente moeten betalen. Het zal je niet verbazen dat in gemeenteland hier veel verzet tegen is gekomen. En de VNG heeft ook bij bijna Noord-Koreaanse meerderheid, VNG-bestuur opgeroepen om met het kabinet in gesprek te gaan om deze maatregel in te trekken. En uiteraard met de hartelijke steun van Ommen. Dan het tweede onderwerp, dat was de financiën van het sociaal domein.
Er is grote zorg over het tekort in het sociaal domein. Die speelt overigens meer nog bij grote gemeenten dan bij kleine gemeenten. Maar op dat punt is wel aantoonbaar dat met name de kosten van de jeugdzorg ernstig uit de pan dreigen te reizen. En dat was voor grote gemeenten ook de aanleiding om zelfs het totale IBP ter discussie te stellen. Het IBP is het interbestuurlijk programma wat het kabinet samen met de provincies en de gemeenten heeft vastgesteld. En er zitten ook een aantal hele mooie dingen in voor gemeenten. Onder andere de doorwerking daarvan was zeg maar bijvoorbeeld de maartcirculaire. En u weet, dat heeft voor Ommen best wel een paar extra middelen opgeleverd. Er zitten ook een aantal zeer aansprekende onderwerpen in, hè, zoals over duurzaamheid en dergelijke. Maar dit onderwerp, dat dreigde het hele IBP ook ter discussie te krijgen. Nou, in het VNG-congres is daar zeer indringend over gesproken. De uitkomst is dat het VNG-bestuur de opdracht heeft gekregen om toch bij behoud van het IBP... met het kabinet wel op een reële basis te gaan praten over de cijfers van het sociaal domein. Want die cijfers zijn niet helemaal op orde en dat betekent dat we gewoon op twee verschillende manieren aan het praten zijn. Het Rijk doet dat vanuit oude cijfers en heeft dus het idee dat het in feite genoeg is. En de gemeenten kunnen aantonen dat er een evident tekort is. Nou, en de oproep is, u begrijpt het al, om op basis van de goede cijfers dat gesprek aan te gaan. En dat betekent dat zeg maar, daar het kabinet nog wel, of sorry, het VNG-bestuur nog een stevig gesprek met de minister te voeren heeft. De minister overigens die ook sprak op het VNG-congres en ook duidelijk de deur op dat punt openzet. Dus dat was in ieder geval een goed signaal. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder Schelen. Ik heb nog de mededeling dat de heer Leubik afwezig is in verband met ziekte. Vanochtend is door zowel de beide colleges als door het bestuur van de BOH het convenant met het georganiseerd overleg getekend. Het leek me goed om u dat vandaag ook direct te melden. En tot slot, in het kader van hoe houdt u zichzelf goed op de hoogte, sinds kort is het blad Binnenlands Bestuur beschikbaar voor alle raadsleden. En ik wil u daarop attenderen dat beschikbaar is. U kunt zich via internet melden. www.binnenlandsbestuur.nl/abonnementen. En dat is altijd een mooi medium om te volgen wat er bij andere gemeenten speelt. En ook op het niveau van de relatie tussen Rijk en gemeente. Dus ik breng dat zeer in uw belangstelling. Ik breng zeer onder uw aandacht. Ja? Oké, dat waren de mededelingen. Ik kom bij de hamerstukken. Het opheffen van de geheimhouding met betrekking tot informatie over de gemeenschappelijke regeling BOH is daarmee vastgesteld. Kom ik bij de bespreekstukken, de jaarstukken 2017 en de resultaatsbestemming 2017 en de wijziging van de begroting 2018. Wij hebben daarover op 29 mei zeer intensief met elkaar gesproken. Op dat moment ook vastgesteld dat het rijp was voor besluitvorming. Dat kon echter niet omdat de accountantsverklaring nog niet beschikbaar was. Die is inmiddels wel beschikbaar. En u heeft aangegeven daar nog een aantal opmerkingen over te willen maken. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Lagas. Meneer Van der Mooren. Meneer Middelkamp. Oké, dan begin ik met mevrouw Lagas. Mevrouw Lagas, wij gaan niet een derde termijn doen. Dus u kunt ook blijven zitten. Wat u wilt. Dan geef ik u het woord. Dat had ook iets eerder gekund. Maar dat geeft niet, dus het lopen is even goed voor de mensen, voorzitter, dus dat is helemaal niet erg. Voorzitter, even allereerst een algemene opmerking, maar dat is waarschijnlijk een technisch dingetje. Er stond in de aanbiedingsbrief vertrouwelijk, maar hij staat wel bij de raadstukken. Dus ik neem aan dat dat niet per ongeluk is, maar dat dat gewoon bij de raadstukken mocht zitten. Dan ten aanzien van de jaarstukken. We hebben nog even een paar algemene opmerkingen waar u op dit moment ook dus geen antwoord op hoeft te geven, maar die wij wel graag onder uw aandacht willen brengen. Dat heeft namelijk te maken met de antwoorden over het letselongeval fietsverkeer. In het stuk wat later nog besproken wordt over de bestuursakkoord. Daarin, of sorry, in de
De kaderbrief, daar staat voorzieningen in over fietspaden en dergelijke. Nou, en in dat kader dachten wij, het aantal fietsongelukken is aangegeven. Maar wij zouden toch wel heel graag willen zien dat er ook in dit kader monitoring plaatsvindt over waar vinden die dan plaats. Want als wij met beleid rondom fietspaden aan de gang gaan en het onderhoud ervan, is het wel ontzettend handig om precies te weten waar die ongevallen dan nog plaatsvinden. Voordat je weet waar je je cent in zet. Dus er hoeft niet op geantwoord te worden, maar neem dat alsjeblieft mee. En er was ons nog iets opgevallen in het kader van de vraag rondom de cijfers van nieuwbouw. Die waren nog niet bekend en het antwoord is later gegeven dat het had te maken met de CBS-cijfers. Nou, het lijkt ons wel heel bijzonder dat wanneer je zelf de bouwvergunningen afgeeft, dat je niet met een druk op de knop kunt zien hoeveel nieuwbouwwoningen er gebouwd zijn in een jaar. Dus we zouden toch heel graag willen zien dat soort informatie voortaan niet meer afhankelijk is van CBS-gegevens en gewoon op tijd in de stukken vermeld kan worden. Dit waren de opmerkingen die wij nog graag even mee wilden geven. Voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lagas. Dan kom ik bij meneer Van der Moor. Mag ik u het woord geven? Dank u wel voor het woord. Ook de fractie van de ChristenUnie heeft niet de bedoeling om er een zoveelste termijn van te maken, maar wel naar aanleiding van de beantwoording door de portefeuillehouder in de vorige commissie als om reden van intussen ontvangen stukken, hebben wij toch nog wel wat vragen bij dit agendapunt, bij de jaarstukken 2017. Natuurlijk begrijpen wij als geen ander dat alleen eigenlijk de formele besluitvorming nu plaatsvindt en niet opnieuw behandeling van. Neemt dus niet weg dat we nog wel wat vragen en kanttekeningen hebben. En om maar te beginnen, de wethouder heeft in zijn beantwoording in de Raad van 29 mei aangegeven dat bij de start van het nieuwe seizoen voortvarend een gevormde of te vormen werkgroep te werk kan gaan om verbeteringen van de beleidsindicatoren begroting 2019 aan te pakken. Nou is ons niet bekend in welk stadium die werkgroep zich bevindt. En daarbij ook de opmerking. Kijk, er was een uitspraak dat nog voor de zomervakantie behandeld zou worden. En het moment van vlak voor het zomerreces en vlak na het zomerreces is inhoudelijk natuurlijk niet zo gek groot. Maar wil je een daadwerkelijke inbreng kunnen hebben van zo'n werkgroep voor die begroting, dan hebben we onze vragen wel van, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Heeft dat dan zin? Zoals gezegd, inhoudelijk heeft de behandeling van de stukken al wel plaatsgevonden. Eén onderwerp, daar kunnen we ons niet zo best over herinneren of daar wat over uitgesproken is. En dat is de bereikbaarheid van Ommen. Natuurlijk is er heel veel te zeggen over de bereikbaarheid. Daar gaat het ons niet zo om, maar wel om één specifiek punt. En dat is de bereikbaarheid van Ommen per fiets. Ooit hebben we daar in het kader van behandeling van de verkeersvisie 2030 wel over gesproken. Er zou ook nagegaan worden, als we ons goed herinneren, in hoeverre het mogelijk is om met name voor inwoners die niet te voet het centrum, de winkels met name, daar kunnen bereiken. Om rekening houden met die categorie mensen, om na te gaan op welke plaatsen in het centrum wel fietsverkeer mogelijk zou zijn en dan natuurlijk onder het motto van ook de fiets is hier te gast. We menen dus dat op korte termijn bekeken zou worden. We kunnen ons niet herinneren dat het geval is. En het enige, dus onze vraag is van hoe staat het ermee? Het enige wat wij weten is dat er een nieuw verkeersbord verschenen is op de markt van houd rekening met overstekende obers. Maar ik weet niet of dat een gemeentelijke actie is geweest. In het accountantsverslag 2017 wordt als een van de top drie aandachtspunten het borgen van verbetermaatregelen rond inkopen genoemd. En nou willen wij niet de heer Morst naar de kroon steken, maar als we praten over het cumuleren van bedragen onder de aanbestedingsgrens van die 209.000 euro, dan wordt daar gesproken over. Met name is dit van belang vanwege de aanstaande ontvlechting van de BOH. Ook in de beantwoording door de portefeuillehouder was sprake van dat Ommen daar extra op zou moeten letten. Omdat aardig wat onderdelen op het bordje van Ommen zouden komen. Maar als we nu kijken naar de pas ontvangen stukken die we op een ander moment met elkaar gaan bespreken. Dan hebben wij de vraag, is dat wel op in ieder geval korte termijn
bijvoorbeeld voor 2019 al aan de orde? Want naar ons idee wordt dat een van de onderdelen die vooralsnog, zal ik zeggen, in het Hardenbergse aan de orde is. Dus zien wij dat goed of zien wij dat niet goed? Ten slotte, en dan praat ik over 4.4 sociaal domein, over de PGB's en dan tussen haakjes 1. Daar staat onder F dat de gemeente geen proces van klachtenregistratie heeft en dat derhalve hier geen zekerheid aan kan worden ontleend. We hebben dat 4 keer gelezen en we konden het antwoord niet zelf verzinnen. Het komt ons onwaarschijnlijk voor overigens dat er geen klachtenregistratie zou zijn. We hebben de vraag, wat betekent de afwezigheid van het proces van klachtenregistratie? En als dat inderdaad een gemis is, op welke manier wordt dat dan aangepakt? Tot zover onze bijdrage. Dank u. Meneer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, u stelde zojuist al vast dat er veel over gesproken is. En dat heeft onze fractie ook gedaan. We hebben aan de hand van een aantal voorbeelden geïllustreerd waar onze zorgen zitten als het gaat om een goed financieel inzicht en aansluiting van getallen en dergelijke. En we spraken af nadat een aantal fracties zich uitsprak van ja, wij vinden dat ook een worsteling, wij zouden dat ook anders willen, dat we dat ergens begin september tijdens de sessies na het zomerreces zullen gaan bespreken. Wij hopen van harte, nadat de materie enigszins weggezakt zal zijn tijdens het zomerreces, dat we dit begin september met elkaar weer kunnen oppakken en dat we daar een verbeterslag kunnen maken. Dit gezegd hebben, voorzitter, zijn er nog 2 openstaande vragen. De eerste is in de richting van de portefeuillehouder. En de vraag luidt, voordat ik daar iets van techniek aan koppel, wat wij moeten doen, wat wij beter moeten doen om antwoorden op onze vragen te krijgen. En ik vraag dit aan de wethouder omdat wij, en dan toch even kort een klein terugblik, een technische vraag schriftelijk hebben gesteld. Die was niet helemaal naar ons idee ruimhartig beantwoord. Die hebben we mondeling gevraagd in de commissie. Dat is toegelicht van, joh, je krijgt de volgende keer bij de behandeling krijg je het antwoord. Dat was 29 mei of daaromtrent, wat u zojuist zei. Toen bleek het antwoord nog niet voorhanden en dat is ons wel toegezegd. En voorzitter, dit is nu, als ik de tel niet helemaal ben kwijtgeraakt, ongeveer de 4e keer dat we erom vragen. En we hebben nog steeds geen antwoord. En eerlijk gezegd weten we niet wat we anders moeten doen om dat antwoord wel te krijgen. Het gaat over het bedrag van, en dan begint er misschien weer een belletje te luiden, van €597.000. En dan, voorzitter, nog een slotvraag. En die hebben we eigenlijk uitgesteld tot nu, omdat we eerst de goedkeurende verklaring van de accountant hebben willen afwachten. Omdat het anders misschien nog niet helemaal zeker was. En dat is een vraag, voorzitter, aan de fractie van de LPO. En de vraag die gaat over het feit dat de fractie de afgelopen jaren fel heeft gestreden tegen het opheffen van allerlei reserves, zeg maar potjes. En die hebben we, om de algemene reserve op orde te brengen, hebben we die toegevoegd aan de algemene reserves. En de discussies waren vaak niet van de lucht. Nu blijkt dat we afgelopen jaar een mooi resultaat hebben geboekt. We hebben een weerstandsratio van 3,2. Dat betekent dat we, om aan onze financiële risico's het hoofd te kunnen bieden, zo'n 6 à 7 miljoen, het is maar welk getal je valide vindt, zeg maar op de algemene reserve hebben staan, die naar ons idee, op verzoek van de LPO, weer zouden kunnen terugvloeien naar de betreffende reserves die we hebben de nek omgedraaid. De vragen daarom, of vragen aan de LPO, zijn dan ook of we nog van de LPO mogen verwachten dat er verzoeken komen om de reserves weer terug te ploegen naar de oorspronkelijke reserves. En de slotvraag is wanneer we dat dan tegemoet mogen zien. En dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Middelkamp. Ik denk, hoewel het niet mijn voornemen was, dat het toch wel verstandig is om de vragen die gesteld zijn te laten beantwoorden. En er zijn een aantal opmerkingen door mevrouw Lagasse gemaakt, die ik ook als vraag kan formuleren. Misschien is het ook wel chique om die ook te beantwoorden, wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de opmerking van mevrouw Lagasse eigenlijk genoteerd als van dit willen echt meegeven, juist voor de nabije toekomst. En meer nog dan dat ik hier even direct een eerst antwoord geef. Dus dat lijkt me dan in dit geval ook de goede procedure. De heer Van der Mooren vroeg nog naar de werkgroep Financiën, die is toegezegd.
Ik stel ze voor dat in overleg met de griffie wordt gekeken of het nog mogelijk is om dit voor de vakantie te starten. Anders wordt het inderdaad direct na de vakantie september. Dat is in feite ook al de suggestie van de heer Middelkamp. Maar dat zeg maar de groep komt, staat vast. Ik heb overigens wel bij de commissiebehandeling wel een winstwaarschuwing gegeven. In de zin van, realiseert u zich wel dat juist de mensen die hier ondersteuning in kunnen bieden, hè, dat zijn de mensen van financiën, de komende maanden ongehoord druk zullen zijn bij de ontvlechting van de BOH. Dus op dat punt moeten wij toch ook wel terughoudend kunnen zijn. Voorzitter. Mevrouw Bakelaar. Ja, ik weet eigenlijk niet, ik richt me tot u, maar ik weet niet, denk niet naar de wethouder, maar naar de heer Van der Mooren. Volgens mij was dat ook de afspraak naar aanleiding, zeg maar, wat de heer Schelen zegt over die winstwaarschuwing. Hebben we gezegd dat we het juist na de zomer zouden oppakken. Tenminste, zo had ik hem inderdaad begrepen. Ja, u kunt altijd via de voorzitter spreken, zoals u weet. En het wethouder heeft eerder, en daar refereert de heer Middelkamp denk ik ook aan, toegezegd dat we dat in september zullen doen, na de zomer. Mag ik een korte toelichting geven op mijn opmerking? Het is een beetje wanordelijk, geef ik toe. Als u dat vaststelt dat het een beetje wanordelijk is, dan geef ik u korte ruimte om die wanorde dan toch te creëren. Dan gaat de wethouder snel over tot de aanvulling van de Dank u voor uw flexibiliteit. Het ging mij niet zozeer om dat die commissie aan het werk moet en ook vooral ambtenaren aan het werk moet zetten. Het gaat mij om de inrichting van die commissie. En dat die commissie zelf in ieder geval ook aan het werk kan om eens na te denken over en niet zozeer anderen, met name ambtenaren, aan het werk te zetten. Ik heb inderdaad de beantwoording in de raadsvergadering ook gehoord. Dank u. Wethouder Schelen. Ja, het punt van bereikbaarheid per fiets lijkt me inderdaad ook zo'n punt wat meegenomen kan worden, à la de opmerking van mevrouw Lagas. U vroeg ook nog naar de borging van de verbeteracties in het kader van inkoop. En hoe zit dat nou eigenlijk met de BOH? Speelt dat nou in 2019? Nou, na de ontvlichting, heeft u goed gezien, zal dat naar verwachting minder kunnen spelen. Hoewel natuurlijk Ommen daar wel in een nieuwe organisatie ook zijn eigen weg in zou moeten vinden. Het jaar 2018 wordt op dat punt, hè, dus dit jaar wordt op dat punt natuurlijk een hele bijzondere. Dus dat was eigenlijk ook de reden om te zeggen van, goh, juist dit jaar zullen we daar extra scherp op moeten zijn. Dan uw opmerking over sociaal domein, de opmerking van de accountant van, goh, hoe zit het nou eigenlijk met die klachtenprocedure? Ja, dat is in feite, ik heb er ook met hem over gesproken, maar ik was er ook al erg over verbaasd. Want we hebben natuurlijk als gemeente om een klachtenprocedure. Waar hij op wees was dat, en dat is ook terecht natuurlijk, heel veel van de zorgvragen, de zorgklachten, in eerste instantie bij de zorgorganisatie worden neergelegd. Dat is ook logisch, hè, als het gaat om huishoudelijke hulp, dat de zorgorganisatie in eerste instantie wordt aangesproken op het moment dat de zorg niet wordt geleverd of dat die niet goed wordt geleverd. En de accountant zei van, goh, monitoren jullie die type van klachten wel? En dat proces wees hij op. En daar is het antwoord op van, dat doen wij indirect. Hè, dus via onze samendoenteams en onze reguliere dingen. Maar het is misschien wel een goed idee om op dat punt juist inderdaad ook een totaal construct te maken. Dus dat is nu in voorbereiding. Dan de heer Middelkamp. Inderdaad, de sessie begin september. En ja, de algemene vraag van vragen en antwoorden. Laat ik daar dit van zeggen. Begin september heeft u ook een beraad intern. Hè, van, goh, hoe zien we de positie van de raad en ook naar het college toe. En ik denk dat dit een onderwerp is wat daar ook echt wat aandacht verdient. Het is duidelijk dat zeg maar, u een aantal voorbeelden heeft waarvan de beantwoording niet toereikend was. Het is soms ook heel lastig om te zeggen van, wat is nou de juiste techniek. Is dat mondeling of is dat schriftelijk of is dat een gesprek met de ambtenaar. U heeft het breder neergezet. Ik denk dat het ook de aandacht verdient die het verdient. Ik denk dat het, maar goed, dat zal natuurlijk ook de voorzitter zeg maar, moeten kunnen bepalen om eventueel dan in de september sessie mee te nemen. Dat lijkt me eigenlijk de beste weg om te doen. Ja, en uw slotvraag was gericht aan de collega's van de LPO, dus daar ga ik niet over. Dank u wel, wethouder Schelen. Ik kijk in de richting van de LPO-fractie. Heeft u behoefte om een vraag te... Ja, meneer Remmers. Oh, behoefte is een groot woord misschien, maar... Wij gaan als fractie gaan we kijken hoe deze ontwikkeling zich doorzet en of dat voor ons aanleiding geeft om te komen tot wijzigingsvoorstellen. In zoverre, tot zover het antwoord. Dank u wel, meneer Remmers. Dan stel ik de vraag of iemand stemming wenst over de jaarstukken 2017 en de resultaatbestemming en de zesde wijziging van de begroting 2018. Stemming, maar geen hoofd.
U bent scherp, meneer Van der Moor. Wenst iemand hoofdelijke stemming? Dat is niet aan de orde. Nee, ik stel voor als niemand stemming wenst dat we vaststellen. Ja, mevrouw Bakelaar. Een stemverklaring, mag dat ook, voorzitter? Vanzelfsprekend. Zijn er nog meer fracties die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Dan gaan we eerst stemverklaring afleggen en dan gaan we daarna het besluit nemen. Ja. Geef ik het woord aan mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad genoeg gezegd over deze stukken. Dus wat ons betreft voortvarend doorgaan. Goed dat we weer wat vet op de botten hebben. En belangrijk ook om in dit gremium nog een keer te vermelden is dat we hopen dat we volgend jaar met een burgerjaarverslag kunnen gaan werken. Want daar hebben we het in de commissie over gehad. En daar hebben we ook van hun toezegging daarvan gehad. Maar het is goed om dat altijd nog even weer te benoemen. Dank u wel. Dat is heel terecht, denk ik. Oké, dan stel ik nu bij agendapunt 5 de jaarstukken en de zesde wijziging van de begroting 2018 vast. Ik kom bij agendapunt 6, de kaderbrief 2019. Wie van u wenst daarover het woord? Mevrouw Lagas, de heer Moerman, de heer Remmers, de heer Mors, meneer Middelkamp, mevrouw Bakelaar en de heer Van der Moren. En dan beginnen we met mevrouw Lagas. Mevrouw Lagas, geef ik u graag het woord. Dank u wel, voorzitter. Kaderbrief ligt voor ons. Inderdaad, zoals we gewend zijn na de verkiezingen, is dat een sumierverhaal, omdat je gewoon over het algemeen niet meer kunt leveren. Maar het is niet minder interessant, vanzelfsprekend. We hebben er ook nog een technische vraag over gesteld. En niet alleen daarover, maar ook bij het tot stand komen van het bestuursakkoord. En die vragen zijn ook beantwoord. Ik kom nog op een klein aantal dingetjes terug. Ten eerste had ik toch nog verwacht dat in de kaderbrief nog ergens de oplossing zou staan van de vraag rondom de verdwenen 1 miljoen die we bij de debatten in de verkiezingscampagne hielden, waarbij de VVD beticht werd van fake news, dat wij dus 1 miljoen verduisterd zouden hebben in onze stukken. Wij waren ons van geen kwaad bewust, maar ja, ik blijf hardnekkig volhouden, voorzitter, om daar ooit nog eens een keer antwoord op te krijgen. Misschien ligt het er al wel, misschien kan ik het binnenkort al wel tegemoet zien, maar we hebben het dus nog niet. Ten aanzien van de renovatie gemeentehuis die nu in de begroting in één oogopslag staat. Volgens mij werd er een beetje de indruk gewekt bij het stellen van de vragen dat de VVD-fractie daar niet voor zou zijn. Nou, niets is minder waar. Wij vinden het ook verschrikkelijk belangrijk dat ons gemeentehuis, en zeker door de ontvlechting van de BOH, weer het juiste voorkomen krijgt. Dat de mensen zich weer gastvrij ontvangen voelen in de hal. Dat is al heel lang toch wel een doorn ook in ons oog. Alleen, u geeft in het antwoord aan dat de begroting van die 8 ton gebaseerd is op de gehouden presentatie in het najaar 2017. Maar dat was voor de keuze van Hardenberg om de stekker uit de BOH te trekken. Dus waar zit onze vraag nou in en onze opmerking in? Dat is heel eenvoudig. Wij willen gewoon best geld reserveren voor renovatie van het gemeentehuis. Maar we willen het niet baseren op die presentatie. Want misschien moet het er wel heel anders uit gaan zien. Dat weten we niet. En in ieder geval, was dat nou een mooi voorbeeld van een PM-post? Die elders dan weer niet als anders een PM bij hem staat, maar wij wel liever een bedrag ingevuld hadden zien staan. Daar kom ik zo nog even op terug. Nou, u gaf ook bij onze technische vraag de 30.000 die genoemd werd voor het asbest. Dan gaf u keurig netjes de vraag dat er nog gemeentelijke gebouwen asbest hebben. Maar als je in de begroting in de oogopslag kijkt, dan zie je dat het totaal 90.000 euro begroot wordt. We zijn wel benieuwd waar dan nog asbest zat. Want volgens mij is daar vroeger al eens eerder naar gevraagd en was het opgelost in Ommen, maar blijkbaar niet. Of hebben we nieuwe aankopen gedaan? Dan staat er 25.000 euro gereserveerd voor revitaliseringscentrum. Dat staat eenmalig. Verder staat er niets gereserveerd. We vinden dat wel wat mager, mede gezien alle inzet van de politieke partijen in de verkiezingen om wat te gaan doen, ook aan het centrum Oost. Er staat zelfs niet eens een PM-post, dat was toch het minste wat had kunnen gebeuren. En op basis van de technische vragen die wij daarover gesteld hebben, is duidelijk geworden dat dat te maken heeft met het in ieder geval ondersteunen van de herinvulling van de oude HEMA. Dus onze vraag is dan ook in dit geval van hoe ver is het daarmee? Ik dacht dat het de bedoeling was dat er volgende week de invulling in zou komen.
Dan heeft u nog aangegeven in onze beantwoording naar ons dat de vernieuwing van Kunstras en de atletiekbaan voor 680.000 euro, dat die dat meer gaat kosten dan geraamd. Maar u geeft wel aan dat de onderbouwing daarvan bij de begroting komt. Als u nu al weet dat het 680.000 gaat kosten, dan kan ik me toch niet voorstellen dat er nu al geen raming onder ligt. En dat is onze vraag van, goh, waarom zouden we dat nu nog niet mogen weten? Even kijken. Dat vond ik wel grappig. Dat heeft waarschijnlijk met de naam te maken op het moment van indienen. Maar bij de voorstellen onderweg raamt u nog eens 330.000 euro in totaal extra voor een nieuwe wethouder. Is er een verrassing op komst? Want dat staat onderweg als voorstel. Nou, volgens mij zitten er hier al drie, dus nou ja, er is nog plek. Misschien is er nog een verrassing te verwachten, maar waarschijnlijk heeft het te maken met de tijd waarop het stuk is ingediend. Dat zal misschien wel voor 31 mei gemaakt zijn. Even kijken. Goed dat u duidelijkheid geeft over het parkeren rondom de nieuwe HEMA. Daar hadden we ook nog een vraag over gesteld. Die 175.000 euro die past inderdaad precies bij het instand houden van de woon-werklocatie achter de Jumbo. Waar die vrachtwagens zo mooi kunnen keren voor het bevoorraden van de Jumbo. Dat zat 80.000 euro al in de grondexploitatierisico. En de overige bedrag dat klopt ongeveer wel met het herinrichting van die parkeerplaatsen. En u geeft ook keurig aan in dit stuk, waarvoor dank, dat de overige te beplannen bebouwing in stand blijft. En daarmee bedoelen we met elkaar natuurlijk de locatie tegenover de Vastcomtronics. Dan is mooi dat daar ook duidelijkheid over is, dat de keuze van het college is in deze. Voorzitter, tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel, mevrouw Legas. Dan geef ik graag het woord aan meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, een beknopte kaderbrief. Met de onderliggende bestuursakkoord natuurlijk, wat als onderliggend geldt. En dat is ook aan de orde geweest, daar heb ik al het nodige over gezegd volgens mij. Er worden inderdaad een aantal posten onvoorzien, een aantal trends en ontwikkelingen. Nou ja, zo van, nou, dat weten we allemaal nog niet, dat wordt nog spannend. Dat klopt, hè, de ontwikkeling van dit en dat. En de portefeuille houdt natuurlijk ook over de jeugdzorg. Nou, heel even over de jeugdzorg, daar zijn toch ook CBS-schrijvers van. Bijvoorbeeld op 9 maart, he, dat het aantal jongeren in de jeugdzorg, die is redelijk stabiel, op 11%. Men constateert een samenhang met maatschappelijke indicatoren. Nou, in die benchmark worden een aantal maatschappelijke indicatoren genoemd, die een relatie hebben met het gebruik van de jeugdzorg. En die kaarten die zijn ook op gemeenteniveau beschikbaar. Nou, die komt naar voren dat het in de omgang gaat om 6,5%. En als dit kaartje klopt, dan was dit het geval in 2016 en 2017. Nou, die gegevens kun je dan als uitgangspunt nemen. Je neemt een post onvoorzien en klaar is de berekening. Maar ik hoor graag als dat allemaal wat te makkelijk gedacht is. Dat zou heel goed kunnen worden. Maar je hebt in ieder geval volgens mij de hele duidelijke implicatie wat dat betreft. Wat betreft de kaderbrief, ja, ik heb wat gemist. Wat is het? Nou, het gaat ook om het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord stond onder andere over de hondenbelasting. Ja, we gaan het niet afschaffen. We gaan kijken of een andere invulling of dergelijke. Afschaffing is nog niet in orde. Ik zie hier staan afschaffing hondenbelasting. Ik heb ergens tussen de totstandkoming van het bestuursakkoord en het indienen van de kadernota heb ik een besluit gemist. En ik hoor graag van hetzij de LPO of de ChristenUnie of de CDA wanneer dat besluit genomen is. Dan staan er inderdaad een aantal voor het gemeentehuis, 800.000 euro. Nou, dat de VVD had het er ook al over, van voor en na en hoe ga je dat dan invullen. Dan gaat het, nou ja, goed, heel veel PM-kosten, wat nog helemaal niet duidelijk is. We zien de algemene reserve, het is hartstikke mooi, die is nu weer goed, maar we zien wel weer een daling naar 2021 toe. Nou, dat is dan wel weer wat anders natuurlijk. Goed, over de kosten van een extra wethouder hebben wij het al gehad, dat wij daar überhaupt niet zo voorstander van waren. Afschaffing hondenbelasting, wat er niet vermeld is, maar er komt nog een voorstel van. Er zijn de doucheurtjes ten aanzien van de forensenbelasting. En dan hebben we nog de ontwikkeling HWSO's, dat staat dan als onomkoombaar. Nou, onomkoombaar, dat is beleid. En dan wil ik wel graag weten welk beleid daar aan de grondslag ligt. Los van het feit of ik daar nou voor of tegen ben. Maar het onomkoombaar, dat vind ik nog wel heel erg kort door de bocht, moet ik zeggen. Aanpak asbest is geweest, kunstgrasvelder. Nou, voorzitter, dit was het. Eerste termijn, dank u wel. Dank u wel, meneer Moerman.
Dan geef ik graag het woord aan meneer Remmers. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zoals al eerder is gememoreerd, is de kaderbrief 2019 een beleidsarme kadernota. En, collega's gaf het ook al aan, niet ongebruikelijk in een verkiezingsjaar. Dat betekent echter niet dat er niets staat te gebeuren in 2019. De kaderbrief 2019 is informerend en richtinggevend, maar in de praktijk staat er wel degelijk een hoop te gebeuren. En het meest in het oog springend feit daarbij is uiteraard dat de gemeente Ommen ambtelijk weer op eigen benen komt te staan. De deal met Hardenberg is rond, maar de nieuwe gemeente Ommen nog niet. En hoewel het nog geen 1 januari is, moet er nog een hoop gebeuren. Dat dat ook de nodige financiële middelen gaat kosten is duidelijk. Daarom is de LPO blij met het feit dat het college daarvoor waarschuwt. Zoals gezegd moet er nog volop gebouwd worden aan de nieuwe ambtelijke organisatie. Dat neemt niet weg dat de winkel en dus de dienstverlening aan onze inwoners gewoon doorgaat. We hebben gezamenlijk vastgesteld dat de ontvangst bij de balie klantvriendelijker en efficiënter kan. Op basis van eerder gemaakte schetsen rekenen we op een goede aanpassing van het gebouw. Er is geld gereserveerd en graag zien we op korte termijn een uitwerking en een financiële onderbouwing van de plannen. Ook op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer staat er een hoop te gebeuren. Er is al gestart met de uitvoering van de raadbreed aangenomen motie over de Schuringstraat Julianenstraat. En via burgerparticipatie is daar ook nog de aanleg van een trottoir in opgenomen. Maar daarnaast zal er ook gekeken moeten worden naar de totale verkeerscirculatie, inclusief Vegkade en de Sommulebrug. Ondanks dat het feit dat het goed gaat met de ontwikkelingen op de Rotbrink en de huizenbouw op de Vlierlanden en Havenwest, heeft de LPO blijvende zorgen over de boerenerven en maakt de LPO zich zorgen over Haven Oost. In de begroting voor 2019 is een bedrag van 1,5 miljoen gereserveerd. En enerzijds is het goed dat we geattendeerd worden op deze mogelijke kosten, maar uiteraard roept dit ook de nodige vragen op. En we willen het college dan ook oproepen om op zo kort mogelijke termijn plannen te ontwikkelen en deze in een vroeg stadium met de Raad te bespreken. In het bestuursakkoord Samen Ommen wordt duidelijk dat participatie van inwoners, of als u dat liever hoort, participatie van de overheid, een belangrijk thema voor de komende 4 jaren. Vanuit een voorzichtige start via het onderpodium naar een hopelijk een breed gedragen manier van werken. Dat het serieus is, blijkt wel uit de gelden die hiervoor gereserveerd zijn, oplopend naar structureel 1% van de begroting, wat €470.000 betekent voor het jaar 2021. Laten we hopen dat er zoveel loskomt uit de samenleving dat er sprake zal zijn van budgetuitputting, wat ons betreft een luxe probleem. Tot slot, voorzitter, is de LPO blij dat er in een korte periode duidelijkheid is gekomen over de ontvlechting van de BOH. Dank aan ieder die daaraan bijgedragen heeft. Het is nu aan ons allen om te laten zien dat Ommen als regiegemeente prima in staat is om dat te doen waar we voor zijn. Onze inwoners op een goede manier van dienst zijn. Laten we daar met z'n allen aan gaan werken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Remmers. Mag ik meneer Morst dan uitnodigen om plaats te nemen achter het katheder? Dank u, voorzitter. De kaderbrief. Hij is zeer sumier en lijkt eigenlijk meer op een soort verkiezingsprogramma. Want er staan dingen in en als je dan doorvraagt van, en is dat dan ook daadwerkelijk zo? Gaat dat dan ook gebeuren? Nee, daar gaan we het in oktober pas over hebben. Dus staat nog een hoop, staat er nog niet in. Wat er wel in staat is dat tijdens het opstellen van de kaderbrief was de meiscirculaire net uitgebracht. En zodra we de meiscirculaire hebben doorgerekend, komen wij met een nadere uitwerking. We leven bijna in juli. Is er al wat meer over te zeggen? Dat is mijn vraag. Een van de dingen, en de heer Moerman heeft het ook aangestipt, was wat wij zagen, het afschaffen van de hondenbelasting. Daarvan hadden wij uiteraard de vraag van, is dat al vaststaand beleid? Nee, dat is nog geen vaststaand gegeven. En wordt ook meegenomen in de begroting. Dus waarschijnlijk ook weer in oktober gaan we daarover doorpraten. Maar het vervolg was wel een vervolgvraag van ons. De implementatie daarvan, hoe heeft die nou plaatsgevonden? En daarin lezen we in het schriftelijke antwoord van, de implementatie is nagenoeg voltooid en wordt na 2018 ongewijzigd voortgezet. Als ik naar buiten kijk en ik kijk wat er is gedaan op het gebied van de hondenbeleid met de bakken, de velden, et cetera, ik zie er nog niet zo gek veel van. Dus, als de implementatie nagenoeg is voltooid,
dan heb ik waarschijnlijk iets gemist. De kosten voor de extra wethouder, nou, die zijn begroot, uiteraard. Alleen, als op het moment dat je afscheid neemt van wethouders, dan heb je daar ook nog extra kosten voor. En mijn vraag was, is daar ook rekening mee gehouden? Nee, dat was ook nog niet meegenomen bij het opstellen. En dat wordt ook weer meegenomen in oktober. Dus oktober wordt heel erg interessant. Even proactief zou ik het college willen adviseren. En dan kom ik toch weer even terug op de eikenprocessierups, waarvan we nu hebben gezien dat die veel meer tijd, geld en energie kost om te bestrijden dan wat dan waarop was gerekend. We weten in het algemeen, nagenoeg zeker, dat in het jaar daarop, als er nu niks aan gedaan wordt, het volgend jaar nog veel erger wordt. Mijn advies aan het college is dus ook, hou nu alvast rekening met een veel grotere uitgave en inspanning voor de bestrijding van de eikenprocessierups in 2019. En bij wijze van spreken kunt u nu al beginnen met contracten af te sluiten met bureautjes die dat kunnen verwerken. Dank u zeer. Meneer Van Morst, dank u wel. Ik kom meneer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Een week geleden, voorzitter, bespraken we de eerste bestuursrapportage en daar was de VOV eerlijk gezegd niet zo heel erg positief over, omdat we juist in dat document veel, een beetje naar ons oordeel, te veel nieuw beleid aantroffen. Nu de kaderbrief voor ligt, zou je eigenlijk veronderstellen dat hier dat nieuwe beleid vooral in tot uitdrukking zou moeten komen, zo ook in de begroting die op 1 A4 is weergegeven. Als we daar wat op inzoomen, voorzitter, dan zien we dat juist op dit A4 ook nogal het nodige oude beleid is weergegeven. Collega's hebben daar al zojuist wat over genoemd. En er ontbreekt ook nieuw beleid. En daar zal ik straks een aantal voorbeelden van noemen van beleid wat naar ons idee had kunnen worden meegenomen. Voorzitter, als we kijken naar de raadsbrief, dan is het beoogd effect van de kaderbrief het de raad informeren over de meest actuele stand van zaken, zowel financieel als inhoudelijk. En we hebben ons de vraag gesteld, voorzitter, of dat gelukt is met deze kaderbrief en met deze begroting op die ene A4. In ieder geval, voorzitter, en dat hebben andere fracties ook al gememoreerd, is dat niet gelukt als het gaat om het ons meenemen met de uitkomsten van de meicirculaire. Wat dan weer wel gelukt is, is dat we hebben vastgesteld dat in de meicirculaire 2,4% prijsontwikkeling staat. En dat is dan wel gelukt om mee te nemen. Maar de echte doorrekening en de consequenties, daar moeten we nog steeds op wachten. Zo ook moeten we wachten, voorzitter. Het is ook al gememoreerd dat een aantal PM-posten niet zijn uitgewerkt. Dus het bestuursakkoord is eigenlijk niet doorgerekend. Zodat we ook daarvan, het nieuwe beleid, niet precies weten wat de actuele stand is. Zowel financieel als inhoudelijk. Wat er in thuis hoort, voorzitter, zijn ook de voorstellen die onderweg zijn. De ongoing projecten, die zijn ook apart genoemd. Dat heeft bij ons de vraag teweeg gebracht waar de jaarlijkse onderhoudskosten voor de sporthal, het onderhoud daarvan, zijn meegenomen. Want we hebben daar vrij recent een besluit over genomen en we zien wel de 280.000 euro. Gelukkig, voorzitter, en dat zeg ik in de richting van de portefeuillehouder, nu wel gecapitaliseerd. Want daar hebben we toen uitvoerig vragen over gesteld en dat kregen we niet over onze lippen en dat kregen we niet voor het voetlicht gebracht van wat daar de consequentie van zou zijn. Dat is nu gelukkig in de begroting op dat A4'tje wel het geval. Maar er stond ook in een bedrag voor het onderhoud. En om het niet al te technisch te maken, voorzitter, ik zal het heel snel zeggen en kort afronden. Het gaat om 18.000 euro structureel per jaar. En dat had toch minimaal in deze kaderbrief of in deze begroting opgenomen kunnen worden. Voorzitter, hetzelfde geldt min of meer voor het ondernemersfonds en de inning van de reclamebelasting. Dat is weliswaar een raadsvoorstel wat nog behandeld moet worden, maar 2 maanden geleden hadden we daar al een informatiebijeenkomst over. Toen wisten we al wat de bedragen en de consequenties en de impact zou zijn. Dus waarom is dat niet nu ook al voor het actuele beeld meegenomen in deze begroting en kaderbrief? En dan een derde voorbeeld, voorzitter, en daar hebben we zelfs een motie voor uitgewerkt, gaat over de voorgenomen renteverlaging op de sociale leningen.
Voorzitter, in december hebben we daar een verzoek over ingediend. We hebben er maar geen motie aan gekoppeld die we wel beschikbaar hadden, want de wethouder die gaf daar een positief signaal op. Nog voor de verkiezingen zouden we een antwoord krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Daar hebben we de wethouder stevig op bevraagd, maar we hebben nog een maandje langer moeten wachten op een antwoord, helaas. Dat antwoord hebben we wel gehad in een raadsbrief van 4 of 25 april, hebben we kunnen zien, ik zal dat straks exact voorlezen, hebben we kunnen zien dat het college een rentepercentageverlaging naar 5% voorstaat, dat de financiële consequentie zal worden meegenomen, let wel, in de kadernota. Het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen, ja, we hebben geen kadernota, we hebben een kaderbrief, maar we noemen de kadernota kaderbrief, dus het had hierin vermeld moeten worden. En helaas, voorzitter, moeten we vaststellen dat dat niet het geval is. Om het niet nog langer op zijn beloop te laten, voorzitter, hebben we daar een motie voor gemaakt. Die motie heet Sociale Leningen en die lees ik graag even voor. De Raad van de Gemeente Ommen op 28 juni bijeen overweegt dat de gemeente Ommen bij sociale leningen het wettelijk maximum rentepercentage van 14% in rekening brengt. De raad per raadsbrief, en dat was dus 24 april om precies te zijn, per raadsbrief 24 april door het college is geïnformeerd over het resultaat van de gesprekken met de gemeentelijke kredietbank over verlaging van dit percentage. In deze raadsbrief de raad door het college wordt voorgesteld in te stemmen met deze uitkomst en het resultaat te verwerken in de kadernota 2019. En die ligt dus voor. De raad is van mening dat de renteverlaging, sociale leningen en de financiële consequenties daarvan niet in deze raad, de kaderbrief zijn opgenomen. En verzoekt het college derhalve het huidige gehanteerde rentepercentage conform de raadsbrief van 24 april te verlagen naar een percentage van 5%. Voor alle lopende en toekomstige sociale leningen. Dit nieuwe percentage zo spoedig mogelijk in te laten gaan. We hebben daar bewust geen datum aan gekoppeld, maar we hebben dat geformuleerd zo spoedig mogelijk in te laten gaan. En dit conform genoemde raadsbrief in overleg met de gemeentelijke kredietbank te implementeren. En tot slot, voorzitter, de eventuele financiële consequentie ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018. En hij is inmiddels getekend en ik overhandig hem bij deze aan de griffier. Voorzitter. Dank u wel, meneer Middelkamp. Daarmee is hij ingediend. En, hij is nu ook beschikbaar voor de raadsleden en dan nodig ik u uit om voor te gaan met uw betoog. Fijn, dank u wel. Voorzitter, dan nog even een puntje oud beleid. En dan oud beleid waar nu ineens plotsklaps een prijskaartje is aangehangen. Ten tijde van de bespreking van de nota over het burgerinitiatief heeft de VOV, als u zich goed kunt herinneren, uitbundig en uitvoerig en met klem gevraagd om randvoorwaarden te stellen. Helaas heeft dat uiteindelijk niet geleid in een plan, maar we zijn van start gegaan. En een van de randvoorwaarden die wij heel graag wilden stellen is de financiële kaders. Van binnen welke budgetten gaan we ons als het gaat om burgerinitiatieven begeven. Voorzitter, ik herinner me nog erg goed dat een aantal fracties, waaronder het CDA en de LPO, hoofdschuddend reageerden op ons voorstel om hier kaders bij te stellen. We stellen nu vast dat, en daar zijn we verbaasd over, maar ook verheugd, dat in de kaderbrief, vertaald naar de begroting op 1 A4, voor de komende jaren van ruim 2 ton oplopend tot bijna een half miljoen per jaar, budget wordt vrijgemaakt voor deze burgerinitiatieven. Voorzitter, laten we duidelijk zijn, wij zijn voor burgerinitiatieven en we zijn blij met de budgettering van deze activiteiten. Maar waar we verbaasd over zijn, voorzitter, is hoe het kan zijn dat wij op ons verzoek om financiële kaders te stellen te horen kregen we moeten loslaten, we moeten gaan omdenken. We zaten echt op oude politiek te sturen en dat moesten we toch vooral niet doen. En daarom de vraag aan beide fracties, voorzitter, zowel de fractie van het CDA als de fractie van de LPO. Mevrouw Bakelaar, u wil een interruptie plaatsen, begrijp ik. Dus u was een vraag aan het stellen, misschien krijgt u ook direct antwoord. Misschien is dit het antwoord op de vraag, maar de heer Middelkamp kwam misschien de vraag. Ja. Was u iets te vroeg, mevrouw Bakelaar? Ja, ik gaf u iets van antwoord. Meneer Wilkamp, gaat u voort.
Voorzitter, ja, ik stond toen u mevrouw Bakelaar het woord gaf eigenlijk te twijfelen van goh, moeten we dit wel toestaan? Want dit gebeurt niet eenmaal, maar dit gebeurt vaker en dat gebeurt altijd in de eerste termijn. Terwijl we eigenlijk de noodzakelijke interrupties in de eerste termijn plegen. En mijn indruk is in de richting van mevrouw Bakelaar dat de eerste termijn eigenlijk nog volop gaande is en de vragen die in de afgelopen periode gesteld zijn en ook deze zijn eigenlijk niet zo relevant, want ik kom nog op mijn vraag. Ik word midden in mijn betoog opnieuw weer onderbroken, voorzitter, en eigenlijk had de vraag niet gesteld hoeven worden, want de vraag komt zo dadelijk vanzelf naar het CDA en de LPO, overigens, voorzitter, naar hen toe. Dan geef ik u weer het woord, meneer Broekamp. Gaat u rustig voor. Dank u wel. Oh, kijk. Ja. Voorzitter, we moesten dus loslaten, we moesten omdenken, we moesten aan nieuwe politiek wennen. We mochten vooral geen kaders stellen en geen budgetten. En hoe kan het dan nu zo zijn dat de vertaling van het bestuursakkoord ineens oplopend van ruim 2 naar uiteindelijk een bijna krappe half miljoen euro aan burgerinitiatieven is gebudgeteerd? Wat is er veranderd? Waarom zagen we dat toen fout? En waarom ziet het CDA, en dat is de vraag in de richting van mevrouw Bakelaar en ook in de richting van de LPO, waarom zien deze fracties dit anders en vanwaar deze ommezwaai? Resumerend, voorzitter. Even kijken. Ja, we hebben dus ook op dit document nogal wat af te dingen. Er ontbreekt nieuw beleid, er staat oud beleid in. En ook dit zouden we heel graag, en het wordt een beetje saai en het wordt misschien ook wel heel erg druk, begin september met elkaar willen delen van hoe kunnen we nou een goed actueel beeld, zowel financieel als inhoudelijk, elkaar geven. In plaats van telkens achter de feiten aan te moeten hobbelen, niet het financiële beeld te hebben, niet de meicirculaire beschikbaar te hebben en wel besluiten moeten nemen over de consequenties van oud en nieuw beleid. De kaderbrief, zoals andere fracties ook al voorstelden, is beleidsarm, voorzitter. Oud en nieuw loopt door elkaar, er ontbreekt nieuw beleid en geeft niet het goede actuele financiële beeld. En dat vinden we eigenlijk wel heel erg teleurstellend, voorzitter. En tot slot ziet de fractie van de VOV de nieuwe voorstellen voor beleid en met name ook de begroting, waarin de componenten wel verwerkt zullen zijn, met heel veel belangstelling tegemoet. En dit was onze eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Middelkamp. Dan geef ik het woord aan mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Zo, ja. Ja, een beleidsarme kaderbrief. En toch gaat het CDA wat een aantal inhoudelijke thema's benoemen, omdat we die ook graag willen delen met de collega-raadsleden. Maar ook met het college, omdat de wereld niet stilstaat. En als we pas de discussie met elkaar in oktober gaan voeren, of in september, dan vinden we dat jammer. Dus we willen alvast een aantal suggesties meegeven op inhoud. Een aantal ontwikkelingen die spelen, waar we wat het CDA betreft op zouden kunnen inspringen als ommezijnde. En we willen ook een aantal zaken belichten. De heer Middelkamp die heeft een vraag gesteld, maar ook een aantal nuttige dingen benoemd waarvan ik zeg, goh, dat klopt, want de inhoudelijke stukken die staan nu niet in deze kaderbrief, maar zijn wel belangrijk om te benoemen van wat is dan de stand van zaken. Want wat zijn bijvoorbeeld de lopende projecten stand van zaken? Het is belangrijk om wel op dit moment alvast vooruitblikkend het over te hebben met elkaar, wat ons betreft. Dus wij willen wat dat betreft dan ook als CDA een aantal zaken meenemen richting de begroting. Alvast. En een aantal vragen op inhoud. Als we kijken naar het programma Interactief Ommen, we gaan gewoon even de programma's langs in de begroting voor de structuren, voorzitter. Hebben we het nadrukkelijk gehad tijdens de sessies rondom de jeugdzorg of andere algemene thema's rondom laaggeletterdheid over dat eenvoudige communicatie zo belangrijk is voor alle doelgroepen. Maar het CDA zou toch willen weten, dat hoeft niet het antwoord vanavond, maar wel op de een of andere manier, hoe worden we geïnformeerd over de stand van zaken? Want hoe ver zijn we daar nu mee? Wellicht kan het meegenomen worden als suggestie ook in de evaluatie van Samen Doen Teams. Wellicht ook welke partners in de samenleving in Ommen zijn hier al heel druk mee bezig. Want het is een belangrijk onderwerp, dus hoe blijven we op de hoogte wat de stand van zaken is?
Als CDA willen we dan ook daarin meenemen dat wij zelf de bibliotheek ook een hele belangrijke rol daarin vinden vervullen. En we zijn ook heel erg benieuwd hoe de collega's kijken naar de rol van de bibliotheek, ook in aanloop naar de begroting. Omdat wij als alle raadsfracties ook bij de bibliotheek zijn geweest en die hebben ook verschillende plannen. Die hebben ook scenario's voorgelegd. En wij zien ook de bibliotheek echt als een maatschappelijke educatieve samenwerkingspartner die ook een aantal mooie rollen voor ons samen met ons kan vervullen. Dus we horen graag een reactie van het college, maar ook van de collega's wellicht in tweede termijn. In Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Of gaan we nu opeens interimperen in de eerste termijn, voorzitter? U maakte heel terecht juist de opmerking over het interimperen in de eerste termijn. Daar heeft de griffier mij ook op gecorrigeerd. Ja. Ik vind het nu flauw om tegen u te zeggen, nu mag u geen vraag stellen. Dus u mag vraag stellen. Fijn, dank u wel. Dan gaan mevrouw Bakelaar snel voort. Ja, het is inderdaad niet zo gebruikelijk om dat in de eerste termijn toe te passen, maar daar is een uitzondering op en dat heeft ermee te maken of het wel of niet urgent is. En we zullen zo dadelijk zien als de interruptie gepleegd is, hoe urgent het is en of dat terecht is. Want voorzitter, u heeft ons in de voorbereiding van deze bijeenkomst gevraagd om geen algemene beschouwingen te houden. Dat hebben wij ook niet gedaan. Ik heb dat nog geen andere fracties horen doen. We hebben inhoudelijk gereageerd op de kaderbrief en op de begrotingscijfers. En wat we nu horen, voorzitter, is wel degelijk een algemene beschouwing en projecten waar we met elkaar van gedachten over zouden wisselen. En dat zouden we nou juist niet doen. Dus de vraag is, een vraag van orde, of deze inbreng de juiste is, voorzitter. Dank u. Degene die de inbreng pleegt gaat over zijn inbreng tot het moment dat de voorzitter vaststelt dat het buiten de orde is. En ik stel niet vast dat het buiten de orde is. Ik heb ook van andere fracties algemene vragen, algemene opmerkingen en suggesties gehoord. En de vraag die wel is gesteld om in de inbreng in deze raad er rekening mee te houden dat wij om 6 uur geacht worden te gaan eten. Het is niet anders. En dat wij om 7 uur een stap zullen zetten als raad om te kijken hoe komen we tot een goede voorbereiding van de tweedaagse die wij 14, 15 september hebben. Dus met inachtneming van die opmerkingen die ik daarover maak, geef ik mevrouw Bakelaar graag de ruimte om haar betoog af te maken. Dank u wel, voorzitter. Nou, dan heb ik nog een uur, dus dat gaat lekker. Dat is niet zo, mevrouw Bakelaar. Het gaat niet. Ik ga dadelijk ook nog even schorsen, zodat het college antwoord kan geven op de vraag. Dat weet ik, voorzitter. Nee, waar het om gaat, en we hebben inderdaad nog een extra agendapunt ook. Waar het wat ons betreft om gaat, is dat je niet voorbij moet lopen aan het feit wat er allemaal nog meer speelt. En niet moet zeggen van, goh, het is maar een beleidsarme, dus dan hebben we het niet meer over de rest. Als we kijken, dus kortom, communicatie was een belangrijk onderwerp wat ons betreft en met name ook de rol van de bibliotheek daarin. Als we kijken naar duurzaam ommen, dan hebben we ook benoemd dat er een duurzaamheidsbeleid, dat staat ook vermeld in de begroting in één oogopslag, ook in het bestuursakkoord. Wat wij heel graag zouden willen, althans een aantal suggesties richting het college, is ook dat het een meerjarige programmalijn wordt, waarin we extra aandacht ook vragen voor de spelregels, om die wel op te stellen voor de raad. Hè. Als we ook kijken naar de communicatie die we nu al met elkaar hebben over de zonneparken bijvoorbeeld. Maar ook experimenten rondom waterenergie. Nou, dat willen we ook heel graag meegenomen hebben in de ommeragenda. Maar daar komen we op een later moment nog op terug. En het is ook belangrijk wat ons betreft om het te hebben over het vitaal platteland daarin. Dus hoe verhouden we ons dan tot de duurzaamheid op ons mooie platteland. En dat vraagt wat ons betreft om slimme nieuwe crossovers, om het zo maar te zeggen, waarvan we ook heel graag op een ander moment horen hoe het met de crossovers gaat. Hoeft nu niet, maar we horen heel graag wat zijn nu de voorstellen die er liggen. Maar wij denken bijvoorbeeld aan asbestverwijdering combineren met duurzame energiebronnen. En lokale initiatieven van ondernemingen, want daar heeft de provincie Overijssel ook net een subsidieregeling voor geopend. Dus dat is ook suggestie naar het college om daar ook bekendheid over te maken richting de ondernemers in Ommen. En we willen ook heel graag kijken van hoe kunnen we dan ook vormgeven aan het asbestverhaal. Dat is ook iets wat loopt en waarvan we een beperkt iets rondom de gemeentelijke bouw hebben opgenomen natuurlijk. Nu in de voorliggende stukken. Maar wij willen het college ook meegeven van hoe kijkt het college naar
Geen hogere WOZ-aanslag bijvoorbeeld als het gaat om een periode van 5 jaar. En dus in het kader van belonen is beter dan straffen. Maar ook kijken we dan naar Dalfsen. En we zijn ook heel benieuwd hoe de collega's daar tegenaan kijken. Hoeft niet nu, maar kan ook op een ander moment. Want Dalfsen heeft ook een hele mooie regeling om juist in het kader van rood voor rood meer ruimte te geven op het moment dat het asbest ook verwijderd wordt. Nou, dat zijn gewoon interessante thema's. Dus we horen heel graag of dat de wethouder daar eventuele toezegging over kan doen om op een bepaald moment daarop terug te komen in de raad als het gaat om het asbest. Ja, beleid is niet het goede woord, maar asbestverwijderingsbeleid. Bij Veilig Om hebben we ook de vraag. We hebben gelezen dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen voor de inzet van de politie. Kan het college wellicht hier al iets over benoemen? En wat we ook terug willen zien, en dat hebben we ook aangegeven, is die bermversteviging. Volgens mij hebben we dat ook allemaal wel benoemd. Dus de bermversteviging in het buitengebied. Ik ben nu inmiddels doorgevlogen naar Veilig Ommen, zoals u misschien gemerkt heeft. En dat zouden we dan ook graag terug willen zien in de begroting 2019 als het gaat om die bermversteviging. Nou, en ik meen dat een aantal collega's hebben al iets genoemd rondom de fietsen. En dat staat ook in ons bestuursakkoord. Nou, er is heel veel gezegd over de brug, dus daar gaan we graag na de zomer verder met de collega's en de wethouder over in gesprek. Maar belangrijk vinden we het ook om nu al te noemen dat we echte verkeersbewegingen op de brug naar 3500 willen hebben. En wij denken dan ook van, goh, neemt het college, maar wellicht ook hebben de collega's zelf daar ook nog vragen over of opmerkingen, nemen we daar ook gedrag in mee. Dus het gedrag van de weggebruikers. Met speciale campagnes denken wij dan aan, om ook studenten in te zetten of nou, te flyeren, om ook daar echt met alle middelen te kijken, kunnen we ook het effect wat we willen bereiken vanuit de verkeersvisie ook echt halen. Even kijken. Ja, een aandachtspunt van ons waar we echt wel ons zorgen over maken, waar we iets terug willen zien in de begroting, is de verbeteren van de wegen en de laarakkers. Want we hebben het gemeentelijke rioleringsplan vastgesteld en volgend jaar is er een inspectie. Maar we roepen toch al een tijdje dat we toch aandacht willen hebben voor die slechte situatie in de laarakkers. En de strangen, waarbij we wel zeggen prioriteit is denk ik als we dat zo horen, laarakkers. Maar om te voorkomen dat we zeg maar de onnodige kosten maken, willen we kijken of dat de inspectie zeg maar van de laarakkers, of dat die naar voren gehaald kan worden in het toch al komende plan. En wellicht kan de portefeuillehouder hopelijk een toezegging doen of iets dergelijks, waardoor we wellicht geen motie hoeven in te dienen, want we hebben wel een motie voorbereid op dit punt. Nou, een aantal algemene opmerkingen. Hoe worden we nou goed geïnformeerd met z'n allen? Rondom het jeugd- en jongerenbeleid hebben we het over gehad. Prachtig. Maar kunnen we dan ook misschien, want het laatst hadden we een ontzettend mooie informatiebijeenkomst over verschillende onderwerpen. En zouden we dat ook kunnen doen rondom jeugd- en jongerenbeleid en de stand van zaken? Ook dit is weer zo'n vraag van, goh, hoe zit het met het communicatie, maar ook met jeugd- en jongerenbeleid. En zo kan ik ook bijvoorbeeld armoede noemen, want dat is er ook één. Omgevingsvisie is er ook één. Hoe ver staan we daarmee en is het wellicht ook waardevol om met elkaar een werkgroep in te stellen? En we willen de suggestie richting het college doen, willen we oproepen om me aan te melden bij de nieuwe pilots van de provincie als het gaat om het wonen jong en oud op het platteland en ook de digitale dorpen, want dat heeft nu ook zijn voortgang gekregen. Even kijken, de inclusieve samenleving. Hè. Net als Hardenberg hebben wij vorig jaar toen een motie met elkaar ook ondersteund om te kijken naar toegankelijke gemeenten. En wat is de stand van zaken, voorzitter? Kan daar nog iets over gezegd worden? Nou, ik ga eventjes wat sneller erdoorheen. Want ik merk dat de collega's een beetje aan het dammelen zijn tegenover mij. Ja, de collega's tegenover me. Mevrouw Lagasse zit wat te zuchten, zo hier en daar.
Maar ik denk dat het voor de inwoners van Ommen wel belangrijk is dat we zeggen dat vrijwilligers onmisbaar zijn. En dat we ook aandacht willen hebben voor het vrijwilligersbeleid. En dat de portefeuillehouder ook iets gezegd heeft over hoe gaan we daarmee om. He, met het vrijwilligersbeleid en met name ook hoe geven we de handen en voeten aan. Nou ja, kortom, een aantal thema's waarvan we zeggen, toch een aantal suggesties richting het college om dat ook mee te nemen ter voorbereiding op de begroting. Om te voorkomen dat we allerlei moties en dergelijke tijdens de begroting gaan indienen, want daar is het mij om te doen. En wat mij betreft even een reactie op twee collega's. Mevrouw Lagas, die heeft het gehad, want dat scheelt mij weer wellicht een tweede termijn, zodat ik niet de 6 pagina's die ik nog heb voordraag. Wij hebben wel degelijk een informatiebijeenkomst gehad, een voorlichtingsbijeenkomst over de kosten rondom het gemeentehuis. Dat was wel degelijk na het verhaal van de BOH, want dat was 15 maart 2018, mevrouw Lagas. En daar waar het gaat om de heer Middelkamp, van zijn vraag over de burgerinitiatieven, dat was met het nieuwe Noorburgschap. En u heeft op geen enkel moment gezegd dat het over financiële kaders ging die u wilde, want u wilde heel graag inhoudelijke kaders. En wellicht is het goed om die sessie nog een keer terug te kijken. Want u wilde hem voornamelijk inhoudelijke kaders. Waar moeten de projecten aan voldoen? En wellicht ook wel financiën. Maar wij hebben het altijd gehad als CDA over je moet geen inhoudelijke kaders stellen. We hebben het nooit over financiële kaders gehad. En misschien moet de heer Middelkamp dan toch wat langer wennen aan de nieuwe politiek. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Bakelaar, dank u wel. Ik geef het woord aan meneer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte beste meelezers, het is verleidelijk om nu te zeggen als laatste van het meeste is al gezegd, dus ik kan mijn bijdrage bekorten. Maar ik zal beginnen met mijn eigenlijke inleiding. En dat is meteen een duiding van de kaderbrief zelf. Het raadsvoorstel vermeldt namelijk dat de kaderbrief zelf geen financiële gevolgen heeft. En ik heb toch herhaaldelijk tijdens de bijdrage van mijn collega's zojuist aan dat zinnetje moeten denken. De kenmerken van informatie en richtinggevend, die kenmerken, die komen overeen met het karakter van de stukken die als bijlage bij dit agendapunt zijn bijgevoegd. In het totaal zijn doelen aangegeven, de resultaten, enig zicht op financiën en ook is de planning geformuleerd. En natuurlijk is de gehele raad bij de concretisering daarvan betrokken. Die concretisering vindt niet nu plaats, zoals we met z'n allen weten, maar die vindt in het najaar plaats. En in hoeverre? En dan zijn we trouwens als gehele raad bij betrokken, dat hebben we ons ook te realiseren. En in hoeverre inwoners daar ook bij betrokken zullen worden, daarover praten we binnenkort. Maar dat ze betrokken zullen worden, is uiteraard ook een vaststaand feit. Het bestuursakkoord, en zoals we alle weten, is dat langs de democratische weg tot stand gekomen en we noemen dat dan ook wel een raadsakkoord, dat biedt opening voor inbreng van alle fracties. En in die zin is de fractie van de ChristenUnie ingenomen met de uitgestoken hand die de coalitiepartijen aan de raad bieden. Overigens niet alleen aan de andere fracties, zoals net bedoeld, maar ook op een nader te bepalen manier aan alle inwoners. En als je ruimte voor inbreng wilt bieden, meneer de voorzitter, dan loop je uiteraard de kans te worden aangesproken op een weinig concrete invulling van je plannen. En onze fractie denkt dat dit samengaat met het bieden van ruimte en wil graag die uitdaging aan. Op het moment waarop we met elkaar komen te spreken over zaken als ontvlechting van de BOH en inrichting van een eigen organisatie, over een meerjarig belastingplan of over noem maar op, doen alle fracties op een gelijke manier mee aan de besluitvorming daarover. Dat is in ieder geval dit najaar, zoals gezegd, als we de begroting 2019 behandelen. Dan zijn er wel financiële gevolgen te verwachten. En in dit kader willen we wel de aandacht vragen van een passage uit de kaderbrief, waar staat dat helaas op dit moment nog niet alle financiële informatie beschikbaar is. Andere collega's hebben daar ook wel de aandacht voor gevraagd. Die is intussen wel beschikbaar. En al eerder vroegen wij naar de beschikbaarheid van de doorrekening van die mei-circulaire. En ook al praten we nu alleen maar over plannen, over doelen, richtinggevend bezig zijn, toch hebben wij er wel belang bij om zo snel mogelijk de effecten van die mei-circulaire te kennen. En dan natuurlijk met name de financiële gevolgen voor Ommen. Dan weten we ook enigszins wat we in de portemonnee hebben. Wanneer is die nadere uitwerking te verwachten? Belangrijk is
dat we met elkaar inzien wanneer we in het belang van Ommen als raad naar buiten hebben op te treden. En wat dit punt betreft zijn wij bijzonder blij dat de raad om te beginnen unaniem heeft ingestemd met de inrichting van de Ommen-agenda. Nu de praktijk nog. En die praktijk is nu begonnen. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Morgen. Alle fracties hebben in eerste termijn hun inbreng geleverd. Er zijn nogal wat vragen aan het college gesteld. Ik stel dan ook voor, ik kijk even naar het college, om 10 minuten te schorsen. Zodat de voorbereiding op de beantwoording kan plaatsvinden. Dus wij gaan om 17:50 zetten wij de beraadslagingen voort. Dames en heren, dank voor uw geduld, want het liep iets uit. Hetgeen overigens niet wegneemt dat ik graag wethouder Schelen het woord geef om als eerste antwoord te geven op een deel van de gestelde vraag. En daarna zal wethouder Bongers het woord krijgen en wethouder Jasper Swaaier. En dan rest er geloof ik nog één vraag waar ik nog antwoord op zal geven. En dan is het debat aan u. Wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ja, laat ik beginnen met één algemene opmerking. Hè. De status van de kaderbrief. Alle fracties hebben daar wel iets over gezegd. Ja, wat het college gedaan heeft is zoveel mogelijk in ieder geval een richting geven van de kosten die we te doen hebben. En u moet het inderdaad, ik denk dat de heer Van der Moor daar terecht op wees, zien als een voorbereiding op de begroting. Dus de uitspraken die u doet en al het materiaal wat hier nu voor ligt, is voor de ambtelijke organisatie gewoon bepalend om de begrotingsvoorbereiding te doen. En de scherpte van uw opmerkingen helpt daarbij. Dus op het moment dat u heel veel openlaat, dan krijgen we dat extra debat natuurlijk in oktober. Dan ga ik even de zaken na bij de onderscheiden fracties op mijn portefeuilles. Allereerst mevrouw Lagas. U vroeg naar het geld voor de extra wethouder. Dat heeft u goed opgemerkt. Die derde wethouder is er al. Dus ik snap dat er heel veel enthousiasme is om het college te doen uitbreiden. Dat is inderdaad een flonkerend college. Tenminste, we hebben het hoop dat we dat goed kunnen doen. Maar het is niet nodig om daar nog extra geld voor uit te dingen. We doen het wel zo. Dan de... U vroeg nog naar het kunstgras. Hoe zit dat nou precies? Wat is nou de onderbouwing en hoe zit dat nou? Nou, als volgt. We hebben een onderbouwing gevraagd van de afdelingen. Waarbij we hebben vastgesteld dat er een aantal extra kosten zijn. En die hangen samen onder andere met het verhaal van de rubberkorrels. En de atletiekbaan. En u vroeg terecht naar het verschil tussen een onderbouwing van de raming en ja, de daadwerkelijke kosten. We hebben het idee dat wij al dit najaar zeg maar een preciezere raming kunnen maken. En misschien zelfs wel aan de hand van een voorlopige aanbesteding. Want de inzet is nadrukkelijk om in 2019 dit zeg maar te doen. En dan moet het ook echt helemaal procedureel zijn afgewikkeld, want dat moet in de zomer. Dan... De heer Moerman, u wees ons nog terecht op de cijfers van de jeugdzorg, hè, die 6,5%. Wat we hebben gemerkt is dat dat soort becijferingen toch niet helemaal kloppend zijn. En het hangt samen met het feit dat we deels te maken hebben in de jeugdzorg met een aantal... het is deels een open eind. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een rechter een uitspraak doet die leidt tot een stuk jeugdzorg. Of als een arts een indicatiestelling leidt die leidt tot een behandeling bij een GGZ, jeugd-GGZ. Ja, dan komt dat er gewoon bovenop. Dat is niet helemaal goed in zo'n percentage te plikken. Dus wat wij eigenlijk doen is, natuurlijk nemen wij kennis van dat soort cijfers. Maar wat we wel moeten doen is op basis van datgene wat wij aangereikt krijgen van de BVO. Of beter gezegd van de regionale samenwerking IJsseland. Daar gaan we tegenwoordig vanuit. En u weet, we willen die cijfers steeds beter hebben. En we gaan ze ook in toenemende mate ook naar onszelf toetrekken. Dan vroeg u nog naar van hoe zit het nou precies met die hondenbelasting en de financiële dekking. Wat het college gedaan heeft is aangegeven van goh, we weten nog niet precies wat de uitwerking zal zijn van deze maatregel. Maar we weten wel dat als ultimo de hondenbelasting in zijn geheel zou worden afgeschaft, dan kost dat jaarlijks 88.000 euro. Dus we hebben even het totale bedrag genoemd. Dat is het totale bedrag wat maximum als het ware hier aan de orde is.
Dan vroeg u waarom de haven Oost een onontkoombaar gegeven is. Het is zo dat de accountant ons gewezen heeft op het feit dat de haven Oost al een aantal jaren braak ligt met een bestemming van woningbouw. En heeft ons gezegd van, nou ja, u moet daar dan toch uiterlijk in 2019 een plan voor ontwerpen. Want anders ga ik u, zeg maar, toch wel houden aan het feit dat, indien u dan geen plan heeft, dat u, zeg maar, dat moet afwaarderen op waarde. En dat betekent dat we dus dan toch wel financieel een zwaar probleem zouden hebben. Nou is dat op zichzelf genomen geen ernstig punt, want het college en volgens ons de raad ook was al van mening dat de haven Oost ontwikkeld moest worden. Maar dat is de reden om het zo te doen. Kijken, de heer Remmers had ook opmerking over de haven Oost, dus bij deze. Dan de heer Mors. Ja, u had inderdaad ook goed gezien van een kaderbrief op weg naar de begroting. Betekent wel dat inderdaad voor het college wel steeds is van, goh, wat is nou het oude beleid, is het nieuw beleid? Dat was ook een opmerking trouwens van de heer Middelkamp. Wat erbij wel hoort is de meicirculaire. Daar wees u op. En ik kan u melden dat inmiddels ambtelijk de meicirculaire is doorgerekend. Het was dit jaar een hele extra lastige exercitie. En dat komt omdat in het sociaal domein een aantal nieuwe indicatoren zijn ingesteld die doorwerking hadden. Maar ik kan u meedelen dat de meicirculaire zo doorwerkt dat tot en met 2021 wij wat extra krijgen op het bedrag wat wij zeg maar in de maartcirculaire al hadden gekregen. Dus dat is een extraatje. En in 2020 iets minder. Dus het is minder meer. Nou, ik zeg u graag toe dat ruim voor de zomer u de precieze cijfers ook gaat krijgen. Dan de heer Middelkamp. Ja, met name de heer Middelkamp had de opmerking over god, de status van de kaderbrief, nieuw beleid, oud beleid. Had daar ook wel een aantal punten bij waar het college van vindt. Ja, daar moeten we inderdaad iets mee doen. Collega Bongers komt er onder andere op terug. Als het gaat om de renteverlaging van de sociale leningen. Eens even kijken. En verder had u opmerkingen richting de collega's, de raadscollega's. Dus dan ga ik door naar mevrouw Bakelaar. Ja, u vroeg om een soort overzicht van de projecten. En het college heeft er even over gesproken. En wat wij u graag willen toezeggen is dat wij uiterlijk in oktober, maar liefst nog in september, een soort verzamelbrief zullen doen toekomen met de lopende projecten. Zodat dat ook kan worden meegenomen bij de begrotingsvoorbereiding. U had het ook over de rol van de bibliotheek. Nou, u weet wellicht dat de bibliotheek een aantal opties heeft uitgewerkt. Zeg maar wat voor haar de insteek is van hoe ze haar maatschappelijke functie kan doen vervullen. We stellen u voor om dan in dit najaar ook de discussie erover te hebben in de vorm van gewoon een aantal opties op een rij. En het is dan uiteraard ook aan de raad om daar een richting in aan te geven. Eens even kijken. Ja, u had ook nog een vraag over het jeugd- en jongerenbeleid. Of we daar zeg maar iets van een infomarkt kunnen doen. Nou, op zich een heel leuk idee. Misschien is het leuk om dat in de vorm van een bijzondere bijeenkomst van de klankbordgroep dit najaar ook eens een keer te organiseren. U had het ook over de omgevingsvisie. En in feite het idee om daar een aparte raadswerkgroep voor vast te stellen. Nou, dat is natuurlijk aan de raad. Maar het college zou dat zeker verwelkomen, want we willen graag dit najaar met die omgevingsvisie aan de slag. U had nog de vraag over de inclusieve samenleving, hoe staat het daarmee? Het is zo dat de werkgroep, dat is een gemengde werkgroep van, dus niet alleen ambtelijk, maar ook van het gehandicaptenplatform en ook participatieraad, is daar druk mee bezig. Aantal speerpunten geformuleerd, toegankelijkheid, maar ook bewustwording. En ik zal zeker navragen van wat de stand van zaken op dit moment is. Ik neem aan dat we dat dit najaar nog kunnen melden. En tenslotte de heer Van der Mooren. Behalve de juiste duiding van de status van de kaderbrief en het raadsakkoord die het college graag onderschrijft. De meicirculaire. En als gezegd, u krijgt voor de zomer de effect van Ommen in beeld. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder Schelen. Dan geef ik nu wethouder Bongers het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik begin bij de VVD met betrekking de vraag tot het herinrichten van het gemeentehuis. Nou, zoals u weet heeft het college participatie hoog in het vaandel voor de komende 4 jaren. Er ligt een mooi tweetal of twee varianten liggen inmiddels op tafel. Maar wij vinden het ook belangrijk om te kijken van hoe staan de burgers daarin. Want de inwoners moet ik zeggen en de bezoekers. We doen het niet voor onszelf. We vinden dienstverlening heel erg belangrijk. Dus wij willen dat ook samen met de inwoners kijken of dit de optimale inrichting is. En dat ook nog in combinatie met de inrichting van de nieuwe organisatie. Dus er ligt inmiddels een variant of twee varianten met een bedrag. Maar we gaan nog wel eerst het traject in om dat verder te bekijken. Nog een vraag? Of... Meneer De Jonge, had u een vraag? Dan graag via de voorzitter. Niet. Meneer De Jonge? Nee? Okay. Dat denk ik ook. Zo ken ik u ook, dus dan gaat het goed. We beantwoorden dus, wethouder Bongers, als u de beantwoording wilt voortzetten. Dank u wel. Even kijken. De hondenbelasting is beantwoord. Ja, VOV. Nou, de motie met betrekking tot de sociale leningen. Ja, daar kan ik eigenlijk vrij positief over zijn. Er is overleg gepleegd met de bank, dus bank sociale leningen, kredietbank. Dat is positief, heeft tot een positief resultaat geleid. In die zin dat de rente verlaagd kan worden van 14% naar 5%. Kost wel 11.000 euro, maar goed, dat is de consequentie. Er was toegezegd om dat in de tweede of in de kadernota mee te nemen. Dat is nou niet gelukt. Het is de bedoeling om dat in de tweede bestuursrapportage dit jaar mee te nemen. En ervan uitgaande dat de Raad dit voorstel continueert, betekent ook dat we dit in de begroting van 2019 verder mee zullen nemen. Daarmee denk ik dat het college uw motie heeft beantwoord. Even kijken. Stand van zaken, bibliotheek. Even veilig. Bermversteving, vraag van het CDA. Nou, er loopt een 3-jaar programma. Dat loopt voor mij een 3e jaar inmiddels voor de bermversteviging. En we zullen bij de begroting van 2019 opnieuw kijken of daar ruimte voor is en noodzaak voor is. En dat biedt ook ruimte aan de Raad om daar zelf ideeën over in te brengen. Ja, en dan uw opmerking, suggestie om bij inrichting van fiets- en verkeerssituaties om daar ook te kijken naar gedrag, om dat gedrag te kunnen beïnvloeden. En dat nemen we graag mee, dat zullen we ook zeker doen. Waarbij we er wel zeggen van ja, de herinrichting moet zo natuurlijk een natuurlijke vorm hebben waarbij al mensen al van nature de goede procedure volgen en de goede richting volgen. Dus... Maar er is een interactie, ook met gedrag. Dus dat punt nemen we zeker mee. De vraag van het CDA met betrekking tot de laakkers en strangen. Waarbij nou, toch wel behoorlijk onderhoud nodig is van de wegsituatie. Het is inmiddels beleid dat als er een renovatie van een weg moet plaatsvinden, dat we dat integraal benaderen. Dan kijken we ook naar de duurzaamheid, dus ook de bestendigheid bij stevige regenval. We kijken naar de situatie van de riolering. Wat is daar de situatie? Dus we maken daar een integraal plan. Inmiddels loopt daar al een onderzoek. We verwachten dat in het najaar dat het onderzoek afgerond is. En dan zal het een integraal plan zijn wat betreft renovatie van de weg. Maar ook kijken naar de toekomst en naar de onderliggende situatie met betrekking tot de riolering. En ja, dat zal ook een kostenplaatje met zich meebrengen. En of dat helemaal binnen het budgetplan past, dat durf ik op dit moment niet toe te zeggen, maar wel een integraal plan. Nou, dat waren volgens mij de antwoorden, voorzitter. Als ik mij niet vergis. Of heb ik nog iets vergeten? Ja, ik dacht dat nog een... Sorry, ik dacht dat nog een vraag lag, meneer Bongers, over, wethouder Bongers, over de fietsen en effecten voor de verkeersvisie. Want ik heb hem even gemist. Ja, er is ook nog een. Het fietsen
We willen de fietsers ook verwelkomen in het centrum. Dat is ook meegenomen in de verkeersvisie 2030 die de Raad heeft geaccordeerd. Er heeft ook al overleg plaatsgevonden, onder andere met de HVO, van hoe ga je dat nu invullen. Dat heeft nogal wat contraire reacties opgeroepen. Daar is nog niet echt een uniforme aanpak uitgekomen, maar het onderzoek en de aanpak zijn wel gestart. Alleen we hebben nog geen uitkomst die leidt tot nieuwe inzichten, nieuwe plan van aanpak. Dat loopt. Dank u wel, wethouder. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Jasper Spaaien. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het best mooi in zo'n vergadering als vanmiddag, als er dan wel wat beschouwende opmerkingen zijn gemaakt waar je in het vervolg wat mee kunt. En zo heb ik ook de inbreng van alle fracties, voorzitter, ook ontvangen. Want ik vind het wel heel mooi om bij de verdere uitwerking ook alvast rekening te houden met gedachten van hey, college, denk aan dit, denk aan dat, dat vinden wij belangrijk. En ik denk dat het heel goed is dat we daar goed naar luisteren en dat vertalen in ons werk. Dat een voorafje. Uit mijn portefeuille wilde ik beginnen met asbest. Ik heb nog eventjes gekeken in de lange termijn agenda. Daar staat het plan van aanpak verwijdering asbestdaken in genoemd. En mijn voorstel is, ik heb er zelf ook behoefte aan, maar ik kan voorstellen, voorzitter, dat uw raad daar ook behoefte aan heeft, dat we dan beginnen met een wat bredere inleiding van hoe zit het asbest gemeentebreed, ook in de gemeentelijke gebouwen. Ik heb niet gemeentelijke gebouwen in portefeuille, dus daar kan ik u niet op antwoorden. Maar ik denk dat het heel goed is dat als we het hebben over duurzaam ommen, met als onderdeel asbest daarin, dat we met een bredere inleiding beginnen. Hoe zit het asbest breed in ommen? En vervolgens, hoe gaan we te werk met verwijdering van asbestdaken? Dat daar in Dalfsen een goed initiatief is, daar ben ik helemaal met u eens. Ik heb daar laatst kennis van genomen, ook in Dalfsen. Ik vind het geweldig mooi. Dus daar zijn groepen, burgers zijn gewoon bezig. En die pakken het op buurtniveau aan. En u heeft het misschien gehoord, ik dacht dat het van de week of verleden week in het landelijk nieuws was. Er wordt nogal moeilijk gedaan met asbestverwijdering en we schijnen onnodig miljarden als maatschappij te verspillen. Door eisen te stellen aan gecertificeerde bedrijven en specialisten, terwijl, en het voorbeeld werd genoemd in het nieuws herinner ik me, terwijl er een vensterbank van asbest verwijderd moet worden, dat kan best ook door een lokale aannemer gebeuren. Dus u merkt ook, landelijk is er ook aandacht voor, van kan het slimmer, kan het sneller, en ik zeg u toe dat wij daar aandacht in meenemen. En dan verwijs ik u even terug naar de lange termijn agenda. Daar kunt u in zien wanneer u wat tegemoet mag zien. Dat geldt ook zeker voor het hele programma Duurzaam Om. Het programma Duurzaamheid nemen we daarin vitaal platteland mee, jazeker. We willen bij duurzaamheid, bij het besparen, maar ook het opwekken van energie, besparen of het isoleren, ook kijken naar welke sectoren, welke doelgroepen. En ik heb u eerder toegezegd, en dat herhaal ik nu maar voor de duidelijkheid, als het gaat om duurzaamheid en de energietransitie, dan wil ik heel goed aandacht geven aan de fase van oriëntatie. Dus voordat u gevraagd wordt een richting te kiezen, dat u goed geïnformeerd bent, waar gaat het over en hoe speelt zich dit af? Ik heb daarover gelukkig goede contacten ook met de provincie, ook met de gedeputeerden. Zij zoekt naar completering ook van de stuurgroep regionale energiestrategie, RES, u zult het nog wel vaker zien denk ik. Dat is meer hoe ga je in de regio met elkaar om. En ik heb ook gezegd dat Ommen daar zeker interesse in heeft, dus als het zover is dan meld ik u dat terug. Maar wij moeten ook met onze eigen inwoners en ondernemers goed en tijdig omgaan. En dat begint hier in de Raad. En misschien wel op locatie zeg ik dan, maar dat is het mooiste misschien. Verder, revitaliseringscentrum, eenmalig, hoe is het daarmee? Ik kan u zeggen dat inderdaad de intentie was volgende week. Dat was een werkdatum. Het gaat niet zonder hobbels en bobbels. Letterlijk niet, figuurlijk niet. Ik kan u zeggen dat er wel contacten zijn, ook met de juiste personen. Daar ben ik al blij mee. Zeker als beginnend wethouder in uw midden van hoe zit het krachtenveld, hoe zit dat netwerk in elkaar. Ik zeg u toe dat ik niet op onderdelen u geïnformeerd houd, lukt één contractje wel of niet. Maar ik houd u wel geïnformeerd over actieplan centrumontwikkeling. En ik heb denk ik wel gevoel bij wat u belangrijk vindt als u zegt van joh, er leeft wat en we verwachten van u dat we geïnformeerd worden. Dat ik daar maximaal mijn best voor doe. En dat is een toezegging die wat mij betreft een vanzelfsprekendheid moet zijn. Want wij zoeken uiteraard het beste van de ondernemers en in straten al gezegd, ik baal als een stekker de dingen uitlopen en dat ondernemers terecht in mijn ogen niet tevreden zijn.
En dan voor de rest, voorzitter, beschouw ik de rest als heel welkome input. Dus hoe zit het met... wat had ik ook weer opgeschreven? Heel veel dingen van denk hieraan, denk daar aan. Oh, dat is op dit blad. Jong en oud, digitale dorpen. Ja, wij gaan daar de agenda van Ommen op zwaluw starten. Om zomaar te zeggen, hoe kunnen we de provincie ook meekrijgen? Niet alleen beleidsmatig, maar het is ook heel handig als het financieel kan. En als laatste heb ik nog een opmerking staat vrijwilligersbeleid. Hoe nemen we dat mee? Nou, dat zit eigenlijk over alle portefeuilles verdeeld. En vrijwilligersbeleid betreft uiteraard onze hele samenleving. Ik had laatst ook een initiatief van, wat was dat toch? Oh ja, onze avond over energiebesparing in de carousel. Dan zie je dat daar een vrijwilligersgroep uit Vilsteren bijvoorbeeld zegt. Van wij zetten de schouders eronder, wij organiseren de zogenaamde postcode roos. Nou, dan zie je een beleidstaal teruggeredeneerd vanuit ons gremium hier. Dat wij denken in termen van duurzame energie, maar dat ook dankzij vrijwilligers daar heel veel werk wordt verzet en heel veel goed. Dat kunnen wij niet altijd organiseren, maar je kunt wel met je beleidsontwikkeling daar rekening mee houden. En dan heb ik het nog niet eens over de verplichte vrijwilligersaspecten, zoals bijvoorbeeld mantelzorg. Dus ik zal ook kijken vanuit de aantakking van het welzijnswerk naar de zorg en met collega Schelen vanuit het overkoepelende vanuit zorg... U mag ervan op aan dat we goed aandacht hebben voor vrijwilligerswerk. Daar zijn we ons als college goed van bewust. En voorzitter, ik denk dat ik alle dingen uit mijn portefeuille zo benoemd heb. Ik dacht het wel, wethouder. Dank. En tot slot was er nog één vraag. En als u het goed vindt, dan blijf ik hier zitten. Beantwoord die gaat over de bevoegdheden voor de burgemeester in de aansturing van de politie. Vanzelfsprekend is burgemeester altijd buitengewoon verheugd als er meer mogelijkheden worden geboden om lokaal maatwerk te leveren. Dus die ruimte zal ook zeker gebruikt worden naar de toekomst toe. Ik hecht er wel aan om erop te wijzen dat de wijze waarop het team in het Vechtdal en ook in de wijkagent in Ommen opereren, dat we er heel erg tevreden over zijn. En dat het ook heel erg goed gaat en dat daar niet de bevoegdheden bepalend zijn, maar vooral de bereidheid om samen te werken. En die is er heel erg aanwezig. Daarmee zijn de vragen die er u gesteld zijn vanuit het college, zijn denk ik beantwoord. Er zijn een aantal toezeggingen in uw richting gedaan. Ik denk dat het goed is voor het debat dat u nu verder kunt voeren om die nog even te herhalen. U krijgt een verzamelbrief over lopende projecten. Die verzamelbrief zal in september komen. En dat is ook in het licht van de begrotingsbehandeling. Excuus, mevrouw Hemsteen. Ja, mogelijk dat ik nu iets te snel vraag. Maar wat ik me nog wel even afvroeg voor wat betreft de toezegging van de heer Bongers over de sociale leningen. Wat ik nog niet helder heb, is eigenlijk of nu daadwerkelijk de verlaging van de rentepercentage al wordt toegepast. Ik begrijp dat we in de tweede bestuursrapportage de verwerking daarvan krijgen. Hoe staat de stand van zaken op dit moment? Ik denk dat ik even de toezeggingen afloop en dat we even kijken of daarmee ook die vraag beantwoord is. De verzamelbrief rond de projecten heb ik benoemd. Die komt in september. Het college stelt voor om in het najaar een discussie over de opties die bestaan ten aanzien van de bibliotheek te voeren. Het college zal het ook voortbereiden. Ten aanzien van de jeugd en jongeren in het kader van de klankbordgroep de stand van zaken te bespreken. Op korte termijn zult u worden geïnformeerd over de financiële effecten van de mei-circulaire. Die kunt u ook tegemoet zien. En dat zal nog voor het reces het geval zijn. Ten aanzien van de sociale lening is door de wethouder toegezegd, heeft de wethouder ook gemerkt dat terecht is dat het wel had moeten, moeten worden verwerkt. Dat was ook afgesproken. Dat zal in de volgende rapportage gebeuren. Ten aanzien van de laarakkers is door de wethouder toegezegd dat er een integraal plan voor het onderhoud van de weg zal worden opgesteld, zal ook iets naar voren worden gehaald, waarbij zowel rekening zal worden gehouden met de riolering als met het wegdekken zelf, zodat niet twee keer zal worden opgebroken. En er is ook toegezegd dat u over de ontwikkeling van het centrum periodiek zult worden geïnformeerd. En dan blijft nog, en realiseer ik mij dat inderdaad de vraag die nog gesteld is, die aanvullende vraag,
Die is inderdaad door de wethouder nog niet beantwoord. Misschien wil wethouder Borgenstraat nog antwoord op geven. Ja. Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, terechte vraag, want dat was niet helemaal helder. Er is dus een overeenkomst om het te verlagen. Dit is een voorbereiding om dit te formaliseren. En wij zullen u met een raadsbrief informeren wanneer dit van kracht wordt. Zodat ook voor iedereen duidelijk is dat het van kracht is. En heb ik het goed begrepen dat de bedoeling is, wethouder, om dat zo snel mogelijk te doen? Dat klopt, voorzitter. Oké, dan heb ik u goed begrepen. Dank u wel. Dan geef ik u graag de gelegenheid om in uw raad het debat te voeren. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Lagas, Middelkamp, meneer Mors, mevrouw Bakelaar, heer Remmers. Verder niemand. Oké, dan geef ik graag het woord aan mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Ja, we zitten daar een beetje in een rare spagaat in het kader van de orde van de vergadering. Hoe graag ik het debat ook zou willen voeren, er hangt natuurlijk nog wel iets in de lucht. Vanuit de eerste termijn, wat ik wel even recht wil zetten. Mevrouw Bakelaar sprak mij aan op irritatie naar haar toe. Nou, die was niet naar haar toe, die was naar de organisatie hoe dit nu gaat. Want we hebben toch echt een brief gekregen waarin heel duidelijk aangegeven wordt dat er geen algemene beschouwing zou zijn, zoals bij een kadernota en geen spreektijd en dergelijke. Nou, wij hadden ook een stuk klaar wat we dus niet op die manier behandeld hebben. Wat niet wegneemt dat ik het reactie van mevrouw Bakelaar heel goed begrijp. Want het is belangrijk om op dit moment alvast kaders neer te zetten voor de toekomst van Ommen in de begrotingsvergadering verwerkt moet gaan worden. Kijk, punten die mevrouw Bakelaar heeft aangehaald, ja, daar hebben wij ook hoog in het vaandel staan. Ik ga ze echt niet herhalen, want het gaat hier niet om politiek scoren. Het gaat mij er alleen even om in deze reactie om aan te geven dat het toch wel verrekte lastig is wanneer de afspraken niet helder zijn. En nou, we hebben inmiddels begrepen dat het ook niet vanuit de agendacommissie zo afgesproken is. Dus misschien niet nu het moment om erover te praten, maar het moet me wel even van het hart. En ook voor de mensen die meegekeken en meegeluisterd hebben. Het was dus beslist niet bedoeld tegen mevrouw Bakelaar, maar het ging om de situatie waar we in terecht waren gekomen. Dan eventjes in het kader van het debat. En wie er zijn natuurlijk reacties die vanuit de partijen in de eerste termijn gegeven zijn waar ik wel benieuwd naar ben, onder andere, maar ik heb ook wel een paar reacties nog op de portefeuillehoudersvoorzitter. Dat komt nou door die setting waar we nu eenmaal op deze manier ingetrokken zijn. Door de antwoorden die het college gaf op de inbreng van mevrouw Bakelaar krijg je zaken die voor mij pas het eerste termijn zijn. Dus daar ga ik er echt nog wel even op reageren, zonder dat het in de debatsessie uitkomt. Even terug naar mevrouw Bakelaar over de zaken rondom de investeringen in de hal. Ik heb het verkeerd aangeduid. Ik had moeten zeggen, de opdracht is gegeven tot onderzoek van hoe die hal er moet gaan uitzien voordat dat gebeurde. De presentatie was inderdaad later. Alleen bij de presentatie werden er al wel vraagtekens gezet. Is dit nog wel de meest ideale oplossing, mede gezien de ontwikkeling die nog gaat komen? En de wethouder gaf ook al aan dat we nog met burgers om de tafel gaan. En terecht, want we moeten kijken van wat is nou handig om te gaan doen en hoe moet het er allemaal uit gaan zien. Dus we hebben in principe niet zoveel bezwaar tegen die 8 ton, maar die staat al zo vast vastgespijkerd. Terwijl andere zaken, wat ons betreft had het de PM-post mogen zijn. Waarbij andere zaken, onder andere had ik het centrum al genoemd, wat meer bij ons een financiële invulling hadden mogen hebben. Maar goed, dat is een politieke keuze en daar komen we later in het jaar op terug. Ik heb een vraag aan de vertegenwoordiger van de ChristenUnie, meneer Van der Mooren. U gaf aan, maar misschien begrijp ik u verkeerd hoor, deze kaderbrief heeft geen gevolgen. Toen keek ik even naar het tweede beslispunt van de agenda. Daar staat de uitgangspunten voor de begroting 2019-2022 vast te stellen. Nou, die uitgangspunten zijn wel degelijk financieel. Dus als u zegt van het heeft geen financiële gevolgen, dan neem ik aan dat u voorstelt om dat tweede gedachtenstreepje dan te laten vervallen. Een besluitmoment. Dat hoor ik zo graag van u. Naar LPO nog even een vraag over de boerenerven. Want u maakt zich zorgen daarover. En vervolgens meldt u de 1,5 miljoen voor de haven Oost. Heeft de wethouder keurig een antwoord op gegeven. Dat is duidelijk verhaal. Wij hebben ons ook al een keer eerder zorgen gemaakt over die boerenerven. En ook aangegeven, een deel daarvan is door marktpartijen ontwikkeld en in de markt gezet. Misschien moeten we die stap nou ook maar gewoon nemen. He, dat we daar, als wij het dus blijkbaar niet kunnen met ons team van
van wonen. Dat is ondertussen gebleken. Misschien is het handig dat de marktpartijen dat over gaan nemen. Dat lijkt mij op zich een goed idee. Overigens kwam er een rare portefeuillewisseling even langs in de beantwoording van de vragen. Maar dat zal ook de onwennigheid zijn. Volgens mij gaf de heer Bongers een antwoord over de motie over de rentes van de sociale zaken. Die echt volgens mij niet in een portefeuille hadden. Maar ja, wel. Oh, dat moeten wij ook nog even aan wennen dan. En ik had van u het antwoord verwacht van wat zit er nog op asbestdaken van de gemeentelijke gebouwen. Dat is allemaal nog wennen. Daar komen we vast wel uit. Ten aanzien van het asbest, dat buurtinitiatief van Dalfsen, dat is prima. Maar dat zijn gewoon die 30 vierkante meter die de mensen zelf mogen doen. Dat kunnen we hier ook stimuleren. En dat is er ook al. Dat kunnen ze ook rustig doen. Ik vind dat Dalfsen, dat heeft zich daarmee goed op de kaart gezet. Maar ze zitten een beetje schaamlap voor het grote probleem waar zij en wij ook mee zitten. Dat zijn namelijk de daken op de agrarische gebouwen. Want dat is een vele malen groter probleem, ook qua kosten en hoe ga je dat doen met elkaar. Raadswerkgroep Omgevingsvisie, mevrouw Bakelaar, ik juich het zeker toe. U zult vast wel weten waarom. En dan had ik nog even een opmerking. Bedankt, wethouder, over de antwoord van de sportvelden. Dat is nu duidelijk. En de 88.000 hondenbelasting, volgens mij hoorde ik tussen de regels door, en of het is een wishful thinking, dat het voorstel van ons om het buitengebied te ontzien van hondenbelasting het nog wel eens kon gaan halen. En dat die 88.000 euro vast gereserveerd wordt, maar dat ons voorstel straks het alternatief gaat worden. Want ja, er zijn genoeg alternatieven natuurlijk gekomen nu in het bestuursakkoord, dus waarschijnlijk klopt dat ook wel. En meneer de burgemeester, wat fijn dat u wat meer druk kunt uitoefenen op wat u gaat afspreken met de politie. Ik had het ook in mijn algemene beschouwing eigenlijk staan, maar goed, in de lagen later vanwege de oproep in de mail. Want ik was vorige week vrijdag getuige van een huwelijk op de Vechtkade. Was leuk, een tent. Iemand wou daar graag trouwen aan de Vecht. Hartstikke leuk. En terwijl ik daar zat, heb ik me doodgeschaamd vanwege de denderende vrachtwagens die achterlangs kwamen. Het bleef onafgebroken doorgaan. Dus sla uw slag. Mede de wethouder van verkeer, doe er wat aan. Want dit is echt een ergernis die bij iedereen leeft. Dus, voorzitter, een aantal opmerkingen naar de collega's toe voor het debat. Een aantal reacties naar de collega's van het college. Tot zover onze bijdrage in de tweede termijn. Mevrouw Legaas, dank voor uw inbreng. Ik wil nog even terugkomen op het begin van uw inbreng, los van de inhoudelijke en de politieke thema's die u heeft gemaakt. Ik betreur het dat de verwachtingen over dit debat wat uit elkaar zijn gaan lopen, mede ook naar aanleiding van het bericht zoals dat gestuurd is. Dus het lijkt me goed om dat toch op te merken op deze plek. Zodat we dat ook weer weg kunnen nemen en met elkaar het inhoudelijke debat kunnen voeren. Ja? Griffier, wie is de volgende? Meneer Remmers. Meneer Remmers, mag ik u het woord geven? Dat mag, dank u wel, voorzitter. Ik heb met name het woord gevraagd omdat er nog een vraag open stond. En er is nu ondertussen nog een vraag bijgekomen. Dus dat is alleen maar makkelijk. Dat kunnen we dan in één keer doen. Om met de laatste te beginnen, want die is het meest vers in het geheugen, wat betreft de boerenerven. Op zich een aardige gedachte. Al zit ik eigenlijk nog een beetje in de wachtstand wat betreft de boerenerven. Omdat we, zoals u zelf ook al aangaf, het eerder op tafel hebben gehad. En toen hebben we eigenlijk de toezegging gekregen, als ik het me goed kan herinneren, dat in overleg met het woonteam zou gekeken worden van hoe die plannen aangepast zouden kunnen worden. Waarmee ze dus wel beter zouden voldoen aan de wensen zoals die op de markt leven, omdat de huidige grote kavels blijkbaar moeilijk te slijten zijn. En eerlijk gezegd heb ik daar nog geen terugkoppeling op gekregen, en nu waarschijnlijk dus ook niet. Dus ik ben wel benieuwd inderdaad, richting de wethouder komen we dan uit, van ja, hoe staat het met aanpassen van de plannen van de boerenerven? Ja, en als we daar een verhaal krijgen waarvan we misschien met z'n allen zeggen van joh, maar dit gaat ook niet werken, of het blijkt dat het niet werkt, ja, dan is uw suggestie misschien wel een heel, heel mooi vervolg daarop. Maar ik zit nog eventjes in de tussenstand wat dat betreft. En de andere vraag die nog open stond was van de VOV volgens mij. Mevrouw Bakelaar had er iets over gezegd, maar wij werden ook genoemd. Dus om ter introductie, ik kan het hoofdschudden niet herinneren, maar ik ga de uitzending terugkijken. Alleen ben ik bang dat u dan in beeld bent omdat u aan het woord was en wij iets minder als LPO zijnde. Maar wat betreft die kaders, inhoudelijk, financieel, die discussie wil ik niet aangaan. Ik denk dat het belangrijk is, en dat heb ik ook in mijn bijdrage aangegeven, dat er geld is vrijgemaakt in ieder geval om te komen tot realisatie van eventuele projecten. En ik hoop dat budget uitgeput raakt. Inhoudelijk, of daar kaders zijn, ik denk, ja, daar zullen we het vanavond hopelijk nog over gaan hebben, is het met name afhankelijk van op welke sport
van de ladder staan we. En afhankelijk van de sport die we kiezen, van hoe hoog is die participatie, zullen daar, denk ik, automatisch, maar ik hoop dat we daar vanavond nog over gaan hebben, automatisch ook bepaalde kaders uitrollen. Van als je die keuze maakt, dan heb je daarmee te maken. En als je het helemaal vrij laat, dan zal er waarschijnlijk helemaal geen sprake zijn van kaders. Dus afhankelijk van de keuzes die we maken per project, zoals we dat ook hebben afgesproken, denk ik dat dat automatisch beantwoord gaat worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Remmers. Dan geef ik graag het woord aan meneer Mors. Dank u, voorzitter. Dan kom ik ook nog even terug op de boerenerven. Als er toch het een en ander aangepast moet worden, we praten dan toch in het kader van de kaderbrief, kunnen we dan ook niet gelijk een paar tandjes meer erbij zetten, door ook op het gebied van de duurzaamheid en dergelijke daar nog wat meer kaders aan te geven, zoals het gasloze, noem alles maar op wat er daarmee te maken heeft. Het moet sowieso, maar het kan nog veel concreter. Verder kom ik ook nog terug op de beantwoording van de vragen die we hebben gesteld. Over de hondenbelasting zei de portefeuillehouder van nou, dat is al beantwoord. Nee, dat is niet beantwoord, want het is namelijk nog niet gerealiseerd, zoals het ook daadwerkelijk in het voorstel destijds is opgenomen. Het is nog niet compleet. Ik zou dus graag ook, hoeft niet nu terstond en ter plekke, maar graag schriftelijk van de portefeuillehouder een exacte opgave zien wat er nu daadwerkelijk al gedaan is. Echt heel concreet, hoeveel bordjes, hoeveel dingen er allemaal geplaatst zijn en dergelijke. En tot slot, meneer de voorzitter, ik heb de portefeuille ook helemaal niets horen zeggen over de eikenprocessierups, hoe dat in de toekomst gedaan gaat worden. Hoe daar proactief mee omgegaan gaat worden. Dank u zeer. Dank u wel, meneer Middelkamp. Dank u, voorzitter. Voorzitter, onze fractie had dezelfde ingeving als de fractie van de VVD in de richting van de ChristenUnie. Daar waar de inbreng ging over het niet hebben van financiële consequenties van deze kaderbrief. En we werden te meer daardoor gesterkt door onze verbazing toen de verantwoordelijk wethouder aangaf dat de fractie van de ChristenUnie dat nou zojuist zo goed had gezien en had opgemerkt. Want met de VVD zijn wij van mening dat als je nu de beleidsvoornemens uitschrijft en je hangt daar een prijskaartje aan, dat je daarmee impliciet aangeeft dit op te willen nemen in de begroting. En vervolgens hebben we dat daarmee dus besloten. Wat het wel of niet ingebracht hebben van de financiële kaders, weet ik vrij zeker, voorzitter, dat de fractie van de VOV dat wel degelijk heeft ingebracht. Naast de inhoudelijke, vooral ook de financiële. Wat mij betreft is het niet nodig om dat terug te kijken. En als er in de richting van het CDA, voorzitter, twijfel is, dan zou ik in ieder geval willen vragen om dat inderdaad nog eens te gaan terugkijken. Maar ook te vragen hier en nu om te doen alsof wij die kaders wel gesteld hebben. En te doen dat u hoofdschuddend, zoals ik dat nu eigenlijk in mijn ooghoeken ook zie, aangaf van nee, we gaan nieuwe politiek, we gaan omdenken, we gaan loslaten. Dus we gaan daar ook geen budget aan koppelen. Ik weet vrij zeker, voorzitter, tot 100% zekerheid, dat is ingebracht. Dat is toen afgewezen en ik zou ook graag nadat zojuist de LPO dat al aangaf van het CDA horen wat er is veranderd om nu daar budgetten aan te koppelen. En voor de goede orde zijn nog een keer opgemerkt dat dat ons heel erg lief is, voorzitter. Dan had het CDA bij de algemene beschouwingen de suggestie dat wij nu over hun inbreng discussie zouden kunnen hebben. Wij werden ook een beetje afgeleid, eerlijk gezegd, door de consternatie die ontstond. En het gaat ons hier en nu niet lukken, omdat we ons daar ook niet op hebben voorbereid, om die reactie te geven. Te meer daar we zelf vanuit ons verkiezingsprogramma, zoals iedere fractie dat natuurlijk heeft, wel degelijk bij deze kaderbrief punten hebben die we graag hadden willen inbrengen om te duiden dat vooral mee te nemen naar de aanstaande begroting, voorzitter. Dan zijn er nog twee inhoudelijke puntjes, maar misschien komt dat wel in de lijst van de lopende projecten, zoals dat is toegezegd. Maar we hadden voorgesteld om nog iets meer aandacht aan de sporthal en dan met name het onderhoud te doen. En we hebben voorgesteld om de bijdrage van het ondernemersfonds en de impact van de inning
van de reclamebelasting daaraan toe te voegen, want dat is toch ook wel een ongoing project. En dan tot slot, voorzitter, de renteverlaging. Hartelijk dank overigens aan de inbreng van de ChristenUnie die de vragen stelde die bij onze inbreng bij de motie hoorden. Want het is natuurlijk prima dat de financiële consequentie in de tweede bestuursrapportage wordt meegenomen. Want het zou hier en nu het geval moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Nou, dat is dan zo. En dan is het eerstvolgende moment de tweede bestuursrapportage. Maar daarmee duiden we alleen maar dat als het bijvoorbeeld tweede helft van dit jaar ingaat en dat kost 11.000 euro per jaar, dat we 5.500 euro in 2018 ten laste van het begrotingsresultaat zullen brengen. De belangrijkste vraag is echter, en daarom stond er ook zo spoedig mogelijk in de motie, van wanneer denkt de wethouder de implementatie te doen? En u gaf, raadsvoorzitter, al aan, bedoelt u daarmee zo spoedig mogelijk? Het antwoord was, dacht ik, ja. Een termijn daaraan hangen is misschien een beetje lastig, maar als u al zover bent, dan vertrouwen we erop dat dat heel snel gaat gebeuren. En dan stellen we ook vast dat u eigenlijk integraal de motie overneemt. En misschien is het goed om dat nog eventjes bij monden van de portefeuillehouder te mogen horen. En daarnaast, voorzitter, echt ten slotte zijn we blij dat ook de LPO de financiële kaders bij de burgerinitiatieven onderschrijft. Naar ons idee was dat toen we hier anderhalf jaar geleden of langer geleden voor het eerst over spraken nog niet zo erg aan de orde. Maar dan is dat misverstand uit de weg en dan hebben we een verandering van inzicht te pakken. En dat is alleen maar goed, voorzitter. En daarmee besluiten wij onze tweede termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Middelkamp. Ik kom bij mevrouw Bakelaar. Nou, volgens mij staat het eten op ons te wachten, dus ik zal zeker niet lang zijn. Ja, hartelijk dank voor de toezeggingen van de wethouders en de reacties van de collega's. Ja, even inderdaad, ik ben blij. Laten we vooral de verschillen slechten, de heer Middelkamp. Want het gaat ons erom, het nieuw Noorburgschap was toentertijd een beleidsvoornemen, een beleidsstuk, een eerste begin, zeg maar, om te komen samen met burgerinitiatieven. En wat we nu zien is dat we hem eigenlijk willen uitbreiden en nog meer ruimte geven dan alleen het Ommermotief of het innovatiefonds wat we toen hadden, die 10.000 euro die beschikbaar was voor inwoners. En dat we dus nu ook echt rijker willen kleuren, dwars door, als een satéprik eigenlijk dwars door al het beleid heen. Dus vandaar dat we gezegd hebben, moet je ook ruimhartig zijn in het toekennen van financiële kaders voor de burgerinitiatieven. Dus volgens mij is het maar net potato hoe je ernaar kijkt. Dus ik denk niet dat we het oneens zijn. Alleen de insteek was toen een andere, voor ons, dan nu. Dus daar zit het verschil, als er al verschil is. Nou, ik ben blij dat het college blij is met de input. We hadden heel graag meer input willen geven. Daar heeft de voorzitter al wat van gezegd. Ik kan wel zeggen dat het CDA teleurgesteld is over de wijze waarop dit gelopen is vanmiddag. En wij komen er op een ander moment zeer zeker op terug en daar wilde ik het bij laten. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Ik denk dat het goed is als naar aanleiding van de motie door de wethouder nog wordt aangegeven of hetgeen hij erover gezegd heeft moet worden opgevat als dat de motie wordt overgenomen. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat het college betreft nemen we de motie over, maar het is uiteindelijk de raad die over de motie gaat. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan geef ik toch nog de gelegenheid om een opmerking te maken op de vraag die meneer Mors heeft gesteld over de eikenprocessierups. Want, sorry? Een hondenbeleid, meneer de voorzitter. Ja, over hoe het college uw opmerking daarover heeft opgevat. Want dan wordt denk ik ook duidelijk hoe wij ermee om wensen te gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat betreft de implementatie van het plan zoals het dit jaar is afgesproken, dat ligt op schema. Ik was in de veronderstelling dat er ook al een raadsbrief daarover uit was gegaan, maar blijkbaar niet. Maar het zit op schema, dus u mag ons daaraan houden. Dank u wel. Dan komen wij de eikenprocessierups. Het college heeft het opgevat als een aanbeveling om
zeer bewust vanuit de ervaringen die er dit zijn, ook in de richting van volgend jaar, de inzetten te plegen en de organisatie te sturen. Dus een aanbeveling van uw kant. Beste college, doe wat u moet doen. Zo hebben we het opgevat. Ja? Ik kom... Wethouder Jasper Fruij. Dank u wel, voorzitter. Er is nog een vraag blijven liggen, dus ik denk dat daar kunnen we uw raad goed mee bedienen. Dat gaat om de boerenerven. En ik zag dat meer de fractie daarop aansloegen. Dus ik zag dat laatst bij de informatiemarkt 's avonds was keurig uitgebeeld ook van hoe ziet het plantgebied eruit, hoe is het met de stand van zaken. Dus ik wil het kort houden, voorzitter. Ik zeg toe dat er een overzicht komt met de stand van zaken van de woningverkoop. Ook in relatie tot de eerdere toezegging die gedaan scheen te zijn. Dus daar zijn we ook... getrouw aan, dat zullen we doen. En we zullen even specifiek aandacht geven aan het aspect duurzaamheid waarom gevraagd is. En in het bijzonder het gasloos bouwen vanaf 1 juli. Want er is wel degelijk nagekeken en er is een goed verhaal van. Dan noteren we deze toezegging van het college ook nog. Meneer Van der Moor. Dank u wel, voorzitter. Mij is nog gevraagd, in ieder geval de fractie van de ChristenUnie, om twee vragen te beantwoorden. En omdat die twee vragen gelijkluidend zijn, zal ik volstaan met één antwoord. Kan ik dat nu doen? Jazeker, want ik denk dat dat voor uw collega's goed is. Maar ik had niet begrepen dat u ook nog het woord wenst in tweede termijn. Ik wens het woord niet te hebben, maar mij is gevraagd om het woord te nemen. En ik luister ook wel eens een keer naar collega's. En ik had zo vermoeden dat u al aan het afronden was. Zowel de VVD als de VOV vroegen naar de originaliteit van mijn eerste zin dat er geen financiële consequenties aan de kaderbrief zelf zitten. Nou wil het geval dat wij een raadsvoorstel hebben ontvangen. Nemen we niet elke tekst van het raadsvoorstel zonder meer aan. Maar in dit geval hebben we wel gekeken wat er onder financiën staat. En daar lezen wij dat deze kaderbrief zelf geen financiële gevolgen heeft. Dat hebben wij dus van harte willen volgen, omdat wij het karakter van de kaderbrief wel begrijpen. Dat wij wel richtinggevend bezig zijn. Dus als u dat financiële gevolgen wilt noemen, dan heeft u volstrekt gelijk. Wij vatten het zo op dat wij nu geen beslissingen nemen, ook al zijn dit soort uitspraken net wel gedaan, wat de financiële gevolgen SEC concreet betreft. Bij mijn weten, bij ons weten, wordt dat pas door de hele raad, zo heb ik betoogd, en het is ook zo, bij de behandeling van de begroting 2019 concreet genomen. Dat is het verschil. We bepalen nu inderdaad wat het kader is. In die zin nemen we besluiten, maar besluiten betekent niet dat er meteen geld bij ligt. Dank voor uw beantwoording en daar ook een duiding, daarmee de duiding van het voorstel zoals het nu voor ligt. Ik kijk naar uw raad. Er hingen nog twee moties in de lucht, dacht ik. In ieder geval één motie. Kijk naar de fractie van de VOV. Voorzitter, uw vraag is mij ontgaan. Ik merkte op dat er nog een motie in de lucht hing. Ik check even bij u of u die, gezien de beantwoording van de wethouder, hoe u daarmee om wenst te gaan. Voorzitter, het was verheugend te horen dat de inhoudelijkheid van de motie wordt overgenomen door de wethouder. Maar de wethouder geeft ook terecht aan dat we daar als raad over gaan en nog even ons moeten uitspreken. Dus misschien dat we even kort kunnen stemmen als dat nodig is. En dan, Ja, als u dat... wat zegt u? Dat is ook precies de vraag die ik aan u stel. Ja, voorzitter, neem het toch even over van... van mijn buurman. Hè. Dan zie je toch weer, dat is mooi dat je onafhankelijk in de fractie zit. Want als we dat gaan doen, voorzitter, dan moet ik u helpen herinneren aan... Ja, maar we hebben één woordvoerder op enig moment bij een onderwerp. Maar kunt u mij vertellen in waar dat staat en hoe u hier vooraf in om bent gegaan? Want die deel ik dus nu met u, dan moeten we daar maar eens in het presidium over praten. En, ik geef u het woord, meneer de Jong. Dank u wel. Maar voorzitter, dan moet ik u eraan helpen herinneren dat u dan verschillend omgaat met het indienen van moties. Want ik herinner me de afgelopen tijd dat er moties ingediend worden waarvan u als voorzitter gezegd heeft, als het college ze overneemt, dan brengen we ze niet tot stemming, want dan wordt het overgenomen. En ik heb in deze ook gehoord dat het college de motie van de VOV overneemt. Dus dan vraag ik me af waar het verschil vandaan komt dat we er nu wel als raad over moeten stemmen. Nee, de vraag die ik stel, of u tevreden gesteld bent met de toezegging die gedaan is.
Dat is de vraag die hier, en dat is wat ik bij u check. Dat lijkt me toch zuiver, anders dan blijft het hangen. Dus als dat de constatering is, het college heeft het overgenomen, dus daar hoeven we geen, wat het college betreft geen discussie over te voeren. Ja? Kijk ik verder of er nog meer is blijven hangen, dat is niet het geval, begrijp ik. Goed, dan gaan wij over tot vaststellen van het, tot het in stemming brengen van het voorstel. Wilt iemand stemming? Mevrouw wensen leden van de raad stemverklaringen af te leggen. Mevrouw Lagasse wens een stemverklaring af te leggen. Meneer Moerman, meneer Mors, mevrouw Bakelaar. Dan begin ik bij mevrouw Lagasse. Voorzitter, dank u wel. De beraadslaging aangehoord te hebben en de interpretatie die wij op basis van de opmerkingen die gemaakt zijn aan het tweede gedachtepunt toekennen in het kader van de financiën en de opmerkingen die wij al gemaakt hebben over concrete posten en gebrek aan posten waar PM staat, kunnen we jammer genoeg niet instemmen met deze kaderbrief op basis van het tweede gedachtenstreepje. Dus de kaderbrief aan zich geen probleem, maar op basis van het tweede gedachtenstreepje zullen we moeten tegenstemmen. Dank u wel, mevrouw Lagasse. Meneer Mors. Meneer voorzitter, ik sluit me helemaal aan bij wat mevrouw Lagasse naar voren heeft gebracht. Dank u wel, meneer Mors. Meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan ook eerst zeggen dat ik me er heel op aansluit. Dat klopt ook, dat is ook zo. En wij hebben op de eerste termijn ook al duidelijk gemaakt hoe wij staan tegenover deze kaderbrief. Dus ik stem ook tegen. Dank u wel, meneer Moerman. Mevrouw Bakelaar, stemverklaring. Ja, wij zijn voor deze kaderbrief, maar gaan dan ook uit dat we rijkelijk de tijd krijgen tijdens de begrotingen om goed inhoudelijk de discussie met elkaar te voeren op thema's. En dat we dus ook niet snel de vergadering zullen uitzitten. En dat beloof ik u. Dank u wel. Dat zijn de stemverklaringen. En een aantal fracties hebben zich al uitgesproken hoe ze zich in de stemming zullen gedragen. Wenst iemand stemming? Ja. Oké, dan is mijn vraag: wie is voor het voorstel? De fractie van het CDA, de fractie van de LPO, de fractie van de ChristenUnie. Wie is tegen? De fractie van de VOV, de fractie van D66, de fractie van de VVD en de fractie van de Partij van de Arbeid. Dan is het voorstel aangenomen met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen. En dan stel ik u voor om de vergadering nu te schorsen, zodat wij na het diner voort kunnen gaan met agendapunt 6a. Dat is de motie doorlooproute 11 aprilplein. Ja? Dan schors ik de vergadering tot 7:15. Dames en heren, welkom terug. Ik hoop dat u goed gevoed en gelaafd bent in het afgelopen uur. Want we hebben nog een stevige, maar ook een hele mooie avond voor de boeg. En ik zou met u willen starten met het voortzetten van onze agenda. En dat is agendapunt 6a. En dat is de motie over de, met als onderwerp openstelling doorlooproute 11 aprilplein. En ik zou graag de heer Remmers het woord willen geven. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, zoals bij de start van de vergadering al aangegeven, hadden wij nog een motie vreemd over een voor ons geen vreemd onderwerp. Want het is hier al eerder te sprake geweest in het kader van vragen. En op basis daarvan willen we toch graag een stap verder doen. En dat doen we dan in de zin van een motie vreemd. En ik wil me beperken tot het voorlezen van de motie. En ik denk dat dan het voor iedereen wel duidelijk is waar het over gaat. Ik lees voor. Openstelling doorlooproute 11 aprilplein. De motie vereniging gaat over behelst dat de raad van de gemeente Ommen overweegt dat politiek Ommen zich zeer bewust is van de gevolgen van het uitstel tot openstellen van het 11 aprilplein deze zomer tot in het najaar, zoals medegedeeld door ontwikkelaar Artica en aannemer van Schijndel. Overweegt dat de ondernemers in het centrum al veel te lijden hebben gehad van slechte bereikbaarheid en afsluitingen van delen van het centrum. Overweegt dat, gezien het naderende toeristenseizoen, een aantrekkelijk en goed beloopbaar centrum met de verbinding
van het zuidelijk naar het noordelijk deel via het 11 aprilplein noodzakelijk is. En overweegt dat uit gesprekken met zowel HVO als met diverse individuele ondernemers is gebleken dat ze in het kader van een gezonde bedrijfsvoering er groot belang aan hechten dat de verbinding over het 11 aprilplein open is. De Raad van de Gemeente Ommen is van mening dat een doorlooproute van Markt naar Vassende Poort met onder andere HEMA en verswinkels noodzakelijk is voor de zomermaanden. Ondernemers en de HVO geen langer uitstel willen, zeker niet voor onbepaalde tijd. Het tijdens het toeristenseizoen en bissingdagen van groot belang is om goed bereikbaar te zijn en een doorloopbaar centrum te creëren. Verzoekt het college om per direct contact op te nemen met ontwikkelaar Artica en aannemer Verschijndel om alsnog spoedig, maar uiterlijk voor de start van de bissing, openstelling van een doorlooproute van het 11 aprilplein te realiseren. Verzoekt het college om er bij de aannemer op aan te dringen voor deze doorgang noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voor de nog in aanbouw zijnde gebouwen, zodat een veilige doorgang kan worden gewaarborgd. En verzoekt het college om de eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de projectontwikkelaar te laten komen. En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is reeds getekend door LPO, CDA en ChristenUnie. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Remmers. Ik zie dat hij ook getekend is. Hij is daarmee ook ingediend. En hij wordt ook uitgereikt aan u als raadslid. En misschien is het voor de voortgang het handigst als van de kant van het college wordt gereageerd op de motie. Dan kunt u aan de hand daarvan ook uw positie bepalen. En ik zou wethouder Jasper Faes willen uitnodigen om achter het katheder plaats te nemen. Dank u wel, voorzitter. Zoals de fractie van de LPO zei, we zouden graag een stapje verder willen. Daar ben ik altijd heel benieuwd. Is dat ook het pad wat ik als portefeuillehouder en namens het college voor ogen had of niet? En ik kan u geruststellen, dat is het. Ik had eerder toegezegd dat ik direct contact op zou nemen met onder andere de HVO. Dat hebben we gedaan. Wat mij betreft is dat contact, het is nog maar net gelegd. We hebben net een gesprek gehad. Ik ben gisteravond nog even wezen kijken naar de opening van de HEMA. Van nou, wat is hier nou praktisch aan de hand? En dan denk je van nou, ik zit zelf niet in het bouwvak, maar het zou toch moeten kunnen. Ik herhaal wel wat ik u de eerste keer heb gezegd, voorzitter. En dat is wel goed voor uw raad om te weten. Er is één harde randvoorwaarde. Ik kan u geen resultaat toezeggen dat die doorgang er komt, omdat de randvoorwaarde veiligheid geborgd moet zijn. Aan de andere kant, wat ik u wel kan doen, als u zegt, we verzoeken het college, en dat was ik ook van plan. Ik denk, ja, het is onze eer te na dat het uitloopt en dat onze ondernemers daar last van hebben. Dan gaan we naar de ontwikkelaar en de bouwer en zeggen we, joh, links of rechtsom. Maar dit moet gewoon technisch kunnen. Dus wat mij betreft hoop ik dat geheel uw raad deze motie steunt. Dan is dat voor ons weer munitie in het pad dat wij willen vervolgen. Dank u. Dank u wel, wethouder. Ik zie ook, het valt me nu pas op, dat er een mooie band loopt tussen het spreekgestoelte en de LPO-fractie als indieners van de motie. Ik weet niet of daar een soort van relatie... Oké. Dat is ook zo. Ik kijk even naar de indiener van de motie en dan ga ik de raad langs. Ja, dank u wel, voorzitter, voor het woord. En nog veel meer dank je wel, wethouder. Dank u wel voor deze toezegging. Wij realiseren ons, en daarom hebben we het ook zo geformuleerd, dat een uitkomst moeilijk te voorspellen is, omdat het inderdaad aan randvoorwaarden moet voldoen. Waarvan wij wel informatie hebben dat, zoals u ook al zei, het moet toch technisch mogelijk zijn. Nou, die mening zijn wij ook toegedaan. En we hopen inderdaad, en wat dat betreft is ons ook raadbreed, hopen we inderdaad dat setje mee te kunnen geven richting de partijen die hierover gaan. Dat ze wel weten dat een volledige raad deze druk er graag op wil hebben. Tot zover. Dank u wel. Dan maken we even een rondje. Meneer Moerman, mevrouw Legas, de heer De Jonge, de heer Mors. Meneer Moerman, geef ik u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb al even een vraag. Er staat onder, draagt het college op de eventuele kosten die voortvloeien deze actie voor rekening van een projectontwikkelaar te laten komen. Hoe hard is dat? Is dat al uitgezocht of dat inderdaad ook mogelijk is? Of komen wij hier voor onverwachte kosten te staan? Dank u wel, mevrouw Legas.
Voorzitter, diezelfde vraag hebben wij ook. Alleen, hoe verhoudt de reactie van de wethouder zich nu op de vragen die wij al eerder in deze raad 7 juni hierover gesteld hebben, naar aanleiding van de brief? Toen was de veiligheid blijkbaar nog wat ingewikkelder dan nu. En wij waren daar toen ook al van mening, van ga eens kijken wat er kan. Maar toen hebben wij daar toch een heel glashelder antwoord op gekregen. Wat niet wegneemt, dat wij natuurlijk de inhoud van de motie vanzelfsprekend steunen. Want dat was daar de reden van de vraag die wij toen stelden. Anders hadden we hem ook niet gesteld. Het gaat om het doel. Hè. We willen die motie. Wat de inhoud van die motie, die heeft een doel. Dat is dat een bepaalde periode, vooral in de zomertijd en de bissingtijd, die doorgang er is. Daar heeft iedereen belang bij en wij niet minder. Maar je moet er wel naar de haalbaarheid kijken. Want kijk, contact opnemen met de ontwikkelaar, dat is niet moeilijk. Dat kun je gewoon doen. Aandringen om een doorgang te maken, die veiligheidsmaatregelen, met veiligheidsmaatregelen, zodat je er langsheen kunt. Maar die eventuele kosten die voortvloeien uit deze actie voor rekening van de projectontwikkelaar te laten komen. Er zit geen, in de contracten met de projectontwikkelaar, zitten geen sancties om dingen af te dwingen. Dus dan is het de coulance die dat zou moeten gaan brengen. Nou, als het dat niet lukt, vervalt dan die motie. Want wat gebeurt er dan? Want als de projectontwikkelaar zegt van, nou, sorry, maar dat ga ik niet op me nemen, want we bouwen daar in ieder geval nog tot 20 juli, want dan gaat de bouwvak in. En vergeet niet dat de ondernemers die zich daar gaan vestigen ook belangrijk voor ons zijn. En de mensen die daar de appartementen gekocht hebben, die hebben al een vertraging opgelopen. Door een gebrek aan bouwvakkers die vertraging oploopt. Dat was nou een aantal jaren geleden wat soepeler was gegaan in de raad, dan was het allemaal al klaar geweest. Maar goed, die discussie zullen we achter ons laten. Maar het is natuurlijk wel zo dat de reden is geweest. Dus ik denk dat de projectontwikkelaar zich kan stellen achter van overmacht. Wij hadden daar geen voorwaarden aan verbonden, wel aan de bouw van de HEMA. Er zat een boeteclausule op. Ja, dan snap ik dat ook wel. Wat niet wegneemt, dat wij ook vinden dat het moet. En ik ben alleen zo belangrijk benieuwd. Als dit nou niet kan, en dat eigenlijk was dat ook de vraag van de Partij van de Arbeid al. Als de kosten niet door de projectontwikkelaar gedragen worden. Ja, dan is het heel handig om de projectontwikkelaar negatief te framen. Maar daar schieten we ook niks mee op. Het gaat ons erom dat het doorgang geeft. Zijn we dan bereid om zelf daarvoor te betalen? Want het gaat om het doel. En dat mis ik een beetje in de motie. Dus als het derde aandachtspuntje zou zijn van kijken of, hè, maar hier staat duidelijk eventuele kosten voortvloeien, die moeten bij de projectontwikkelaar komen. Ja, als het mislukt, dan heb je niks. Dus dat vind ik wel even lastig. Ik kom bij de heer De Jonge, maar ik wil u toch, als u het goed vindt, even helpen. Want de motie, zoals die uiteindelijk ingediend is, die luidt verzoekt het college om. En dat is ook zoals een motie geformuleerd wordt. Ja. En die staat er ook bij u boven, verzoekt het college om? Okay. Ja, voorzitter, als u mij toestaat, ja. Daar zit het dilemma dus ook. Het college wordt, als de motie wordt aangenomen, op pad gestuurd om te proberen dat het lukt. En een van de factoren die het tot een lukken brengt, zijn de kosten. En die worden hier dus expliciet bij de ontwikkelaar neergelegd. De vraag is dus expliciet, als de ontwikkelaar niet betaalt, wat doen we dan met de motie? Dank u wel, mevrouw Lagas. Meneer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Toen ik vanmiddag de motie las, kreeg ik allereerst een beetje het speeltuin in het centrum gevoel. Dat is voor uw tijd, maar dat ga ik u nog eens een keer uitleggen wat dat betekent. Voor mij aan het lachen te zien, weet meneer Bongers heel goed, wethouder Bongers, wat ik bedoel. Maar voorzitter, ik snap er helemaal niks van. Want op 7 juni hebben wij vragen hierover gesteld met hetzelfde doel. En als ik terugkijk, dat is ook een vraag richting de heer Remmers, voorzitter. Die kan die dan gelijk eventjes meenemen. Want de vorige motie die wij ingediend hebben, die ging over de rupsjes. En toen hoorde ik de heer Remmers zeggen van, meneer De Jonge, het college heeft voldoende beantwoord en heeft voldoende inzet gepleegd. Dus die motie kunnen wij niet ondersteunen. Voorzitter, dan ga ik terug en dan ga ik ook richting de wethouder. Want op 7 juni... toen wij gevraagd hebben van, kan het 11 aprilplein weer toegankelijk worden? Toen was wethouder heel stellig. Maar naar het nu uitziet, is het 11 aprilplein vanaf eind oktober open voor het winkelend publiek. Citaat, hè? We hebben de mogelijkheden voor openstelling bekeken en hierover overleg gehad
met de bouwer en de ontwikkelaar. Het veiligheidsrisico voor het winkelend publiek op dit bouwterrein is voor het college te groot om deze openstelling voor de bouwvak in bewerking te stellen. Voorzitter, nou verbaast het mij, want de wethouder geeft al aan dat hij pas kort overleg heeft gehad en op 7 november citeerde de wet, of op 7 juni citeerde de wethouder van ik heb overleg gehad en het is niet realiseerbaar en nu hoor ik hem zeggen er is kansen. Dus waar zit dat verschil nu in? En ja, laat ik gewoon helder zijn, want wij ook met de basis van de vragen van 7 juni staan natuurlijk volledig achter die motie. Alleen ben ik wel benieuwd van is het, nou wat de voorsprekers ook al gezegd hebben, is het haalbaar? Een mooi verhaal vanuit de wethouder van ja, ik zie wel kansen, is het haalbaar? Dus een aantal vragen in de richting de wethouder. Waar zit nou de kenteling? Zit nu niet, is het gevaar er niet meer? Heeft het gesprek op 7 juni of kort daarvoor, heeft dat geen nut gehad? Want die ondernemer, die Attica, die zegt van ik ga dat niet doen, want het is levensgevaarlijk. Die stijgers vallen om. Dus waar zit nu dat omslag in? Nogmaals, wij staan achter de motie, maar het moet wel haalbaar zijn. Meneer Mors. Meneer de voorzitter, ik ga niet herhalen. Ook ik had uiteraard het punt over is het haalbaar. Maar wat mij nog meer heeft getriggerd is ook het argument van veiligheid. En de portefeuillehouder die heeft gezegd dat hij gisteren heeft gekeken bij de HEMA. Ik heb er vandaag gekeken. En er was dus wat meer drukte rondom de HEMA dan gisteren waarschijnlijk nu ze open zijn. En het gebied is daar ingericht als voetgangersgebied. Dat wordt ook door bijna iedereen zo ervaren, heb ik vanochtend geconstateerd. Als daar dan ook nog eens een keer een voetgangersstraatje op uitkomt, vraag ik me af of de veiligheid nog steeds daar wel gegarandeerd is. En dan niet alleen aan de hand van de vallende stijgers, maar ook rijdende auto's. Dank u wel, meneer Mors. Nee. Mevrouw Bakelaar. Ja, u nodigt me uit. En ik kijk even naar links. Ja, nee, dan ga ik knikken. Nee, ik ben heel erg benieuwd naar de vragen ook die de collega's gesteld hebben. Want met nadruk was deze motie bedoeld van we zien iets gebeuren voor het recreatieseizoen. Nou, daar hebben we ook de andere collega's vragen over gesteld. Alleen toen is er gezegd het kan niet. Nou weten we zeker dat het dan niet kan. En hoe is het dan wel haalbaar wellicht? Omdat we ook wel vinden dat het heel belangrijk is. Dus dat was voor ons de noodzaak voor toch de motie. Meneer Remmers, hoewel ik mij ook wel voorstellen dat we even de wethouder vragen, want er zijn ook een aantal vragen richting het college gesteld, of de wethouder daarop kan antwoorden. Ik weet niet of dat kan. Mag ik u dan het woord geven, wethouder? Jawel, voorzitter. Ik pak gewoon een gemeenschappelijke grootste noemer. En dat is dat elke fractie zegt het gaat ons om het doel en het gaat om de haalbaarheid. Vandaar ook het verzoek. Waar ik blij mee ben, dat is dat er nu nog meer gewicht in de schaal wordt gelegd. Ik wil onze ambtenaren niet minimaliseren, mijzelf niet, maar u als raad zeker niet. En ik heb gezegd van, ik zie dit als een, in het verlengde van wat de fractie van de LPO zei, wat is de volgende stap? We proberen de druk groter te maken. Is er wat anders? Is er een kentering? Nee, er is geen kentering. Ik heb u van meet af aan de factoren meegedeeld die ertoe doen. Waar ik op hoop, en dan kom ik met het woord redelijkheid en billijkheid, dat is een appel doen op ook het grotere doel van de ontwikkelaar. Want ik kan me niet voorstellen dat hij, dat de onderneming ook baat heeft bij een slechte naam in die zin. Dus eigenlijk zit ik hier aan het publiek te zeggen van, hey, dat was onze agenda, dat was ook mijn agenda. Dus vandaar dat ik het eigenlijk kort wilde houden door te zeggen, de motie zie ik als een steun in de rug en exact dezelfde route die ik voor ogen had. Wat betreft de kosten, de wat-als scenario's, ze doen er wel toe, maar in dezelfde mate van redelijkheid en billijkheid kan ik me niet voorstellen als je ruimte bij elkaar proeft en je komt tot een oplossing dat ook het college in alle redelijkheid en billijkheid zal handelen. Verder dan dat zou ik niet willen gaan, voorzitter, want ik heb die informatie niet. Er is geen kentering, geen omslag. Ik was blij destijds met de vragen. Heel terecht dat u die stelt namens de ondernemers. En we gaan nogmaals op uw verzoek om tafel zien of de druk groter kan worden. Omdat het technisch gezien, ik ben geen bouwer, eigenlijk had ik het misschien niet eens moeten zeggen, denk ik, voorzitter. Maar dan denk ik, met een beetje goede wil moet je hier met elkaar toch iets verder kunnen komen dan ik op 7 juni heb gezegd. Voorzitter, mag ik per interruptie daar een aanvullende vraag over stellen? Meneer de Jonge.
Want kan de wethouder aangeven dan wat er nou precies veranderd is vanaf 7 juni? Want dan wordt er heel stellig, en ik heb net geciteerd van wat er toen gezegd is. Waar zit er nu in dat de wethouder nu een lichtpuntje ziet dat er mogelijkheden zijn om wat te bereiken als de druk te groot is? Ja, dat zijn allemaal hele mooie politieke woorden. Dat hadden mijn woorden kunnen zijn, maar waar zit nu het verschil bij 7 juni? Want dat heb ik nog niet gehoord. Meneer de wethouder. Voorzitter, het verschil zit hem daarin dat we verder zijn in de tijd en niet anders dan dat. En ik vind het fijn dat de gehele raad zich nogmaals uitspreekt, want het zat mij ook niet lekker. Ook zonder uw motie was ik verder op dit pad gegaan, maar ik voel me alleen maar gesteund als uw raad zegt doen. Voorzitter. Dank u wel. Dat is het antwoord vanuit college naar aanleiding van een aantal vragen die door u gesteld zijn. Ik kijk toch even naar de indiener van de motie. Meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Misschien ter ondersteuning van de wethouder. Wij hebben wel wat onderzoek gedaan. Wij hebben wel informatie gekregen op basis waarvan wij dit durfden te formuleren op deze manier. Dat het inderdaad technisch haalbaar zou zijn. Wat betreft de kosten, want dat is inderdaad wel een punt wat we natuurlijk ook vooraf besproken hebben. Die vraag hebben wij ons natuurlijk ook gesteld. En nogmaals, ik denk wat de wethouder ook aangeeft, redelijkheid, billijkheid, de ontwikkelaar zal er ook belang bij hebben. Dat er in het verleden geen afspraken zijn gemaakt op dit terrein voor boeteclausules is natuurlijk heel jammer, want dat had hier ook op kunnen zitten, net zoals bij het paviljoen. Daar zit dat wel op, nou, dat had misschien hier ook gekund. En ja, nu geef je de projectontwikkelaar de ruimte om natuurlijk uit te wijken naar de HEMA, waar die boeteclausule wel op zit en die krijgt dan voorrang. Bedrijfsmatig gezien heel logisch, we hadden daar betere afspraken moeten kunnen maken, dus ik hoop dat dat voor de toekomst beter gaat. Maar we hebben voldoende aanleiding om het op deze manier te durven stellen en te kunnen stellen. En we denken ook dat in een goed gesprek hopelijk de aannemer, de ontwikkelaar, ook de redelijkheid ziet om dit te kunnen realiseren. En uit coulance, of hoe je het maar noemen wil, dit voor zijn rekening wil nemen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Remmers. Ik kom in de tweede termijn en ik begin bij mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even een aanvulling doen op het HEMA-verhaal. Dat heb ik in de eerste termijn niet gemeld. Dat was ook een nadrukkelijk verzoek van het college om wel die grondpositie, die transitie te doen. Dat was heel erg belangrijk voor onze grondexploitatie, dat het HEMA verkocht werd. Dus dat moeten we ook niet onderschatten. En ik heb het straks ook al genoemd, we moeten oppassen dat we... Ik heb een beetje moeite met het framen van de ontwikkelaar daarin. Er zijn veel meer partijen die problemen hebben met bouwen op dit moment. En daar moeten we vooruit kijken. En ik heb ook echt ergste bezwaar om te zeggen van de goede of de slechte naam van de ontwikkelaar. Want dat doe je meteen al bij de start tekort aan een overleg wat je zou kunnen gaan krijgen om eruit te komen samen. Interruptie. Ik zou het heel vervelend vinden. Meneer Remmers, u heeft een vraag. Een opmerking. Van het gaat niet om het framen van een projectontwikkelaar. Het gaat om het duiden van de afspraken zoals die in het verleden gemaakt zijn. En nogmaals, ik geef het bedrijfsmatig geef ik hem volledig gelijk als hij zegt van als op de ene wel een boeteclausule zit en op de andere niet, dan doe ik ook eerst waar de boeteclausule op zit. En dan trek ik dus mijn bouwvakkers waar tekort aan is, zoals u het aangaf, trek ik dan naar het HEMA-project en niet naar het 11 aprilplein. En als daar ook een boeteclausule op had gezeten, had het misschien nu al wel klaar geweest en had er ergens anders in Nederland misschien iets niet gerealiseerd. Dat is het enige wat ik probeer aan te geven. Dank u wel, meneer Remmers. Ik werd onderbroken, voorzitter, en per interruptie. Het was een interruptie. Ja, ik zou graag mijn verhaal terug. Nog even... Ik kom bij u terug, mevrouw Lagas. Ik zou graag nog het verhaal even af willen maken. Ik probeer aan te geven dat door on speaking terms te blijven met elkaar, je tot een oplossing komt. Maar als dit zo gehoord wordt, hoe er tegen aangekeken wordt, dan zou ik als ontwikkelaar eerder denken van bekijk het maar. En wat mijn vraag is, en die meen ik oprecht, en ik weet niet hoe anderen daar tegenover staan, en ik heb het niet gehoord, maar als onze wethouder er nou uitkomt dat de kosten gedeeld worden, is daar dan ruimte voor? Want het is heel kort dag, hè? Bissing, dat is al over 14 dagen of minder nog. Als er dus een opdracht is om dat voor de bissing te realiseren, dat betekent dat nogal wat. Dan vind ik dat onze portefeuillehouder ook een stukje mandaat moet hebben, dat wij ook niet bang zijn om te zeggen van we hebben er belang bij, laten dan de kosten delen eventueel. Meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, nu gaan we al vooruitlopen op een eventuele oplossing. En als, hoor ik inderdaad. Maar ik constateer wel dat de indiener van motie ook al zelf een voorzichtiger is geworden. Want in de eerste motie die ik onderdoor kreeg, die vanmorgen werd verstuurd via mail, dat is het draagt de college op. En nu is het verzoek aan het college. Is dat een soort voorzichtigheid die u daarmee inbouwt?
vooruitlopend op een redelijkheid billijkheid. Of moet ik dat anders zien? Ik sta achter de motie, maar wat betreft de kosten, ja, dat is wel een punt. Het zou heel mooi zijn als je de redelijkheid billijkheid kunt oplossen, maar als dat niet zo is, goed, dan is het wel een ander verhaal. Wie van u nog meer in tweede termijn? Meneer De Jonge. Ja, goed, voorzitter, ik heb al aangegeven dat ik achter de motie sta, want daarvoor hadden wij 7 juni ingediend. Maar ik heb wel een beetje, en daar zou ik toch de raadsleden over na willen laten denken, het gevoel van vrij mandaat zoals we hier zitten. Want ik begrijp me wel het gevoel dat als een, je kan niet praten van oppositie en coalitie als je het spel van de grondwet goed speelt. Maar als je het hebt over vrij mandaat in deze raad en er komt iets vanuit de coalitiepartij en het wordt wat soepeler en makkelijker, ja, wethouder schudt nee. Dat gevoel bekruipt me nu al. En als we zeg maar, een andere manier van politiek bedrijven hier willen, zitten heel veel mensen achter ons die ons daarin gaan helpen. Nou, dan zou dat iets na zijn om met z'n allen goed over na te denken. Dank u wel, meneer De Jonge. Wens iemand nog meer het woord? Dat is niet het geval. Dan kijk ik naar de indiener van de motie. Wat wenst u? Het college heeft... Ik denk dat het, zeker ook gezien de woorden van de wethouder, dat het een hele goede zaak zou zijn als we hier gewoon deze in stemming brengen. Dan weet hij ook dat hij een volledig raadsbrede steun heeft in deze. Ja? Oké. Okay. Dan breng ik de motie in stemming. Wie is voor? Ik moet heel goed kijken. Ja, maar als ik heel goed kijk, dan heb ik toch 16 stemmen voor. Daarmee is de motie aangenomen. En dank ik u. Daarmee komen wij aan het einde van deze raadsvergadering. En zoals u weet gaan wij als raad, en echt als raad, nu verder met een programma dat zal worden verzorgd door Vers Bestuur. We gaan graag die stap met u maken. En ik zou de andere aanwezigen willen vragen omdat de bespreking die we hebben een soort van werksessie is, om de zaal te verlaten. Ja. Ja, voor...